Vermark Sport, uw partner in sportkledij. Een heel goede namiddag. Van harte welkom in Rotselaar, waar we zo meteen de grote prijs Vermark live volgen. Een wielerwedstrijd is dat, met heel wat mooie namen aan de start. Onder meer Mark Cavendish, ex-wereldkampioen, Florian Sénéchal, de winnaar van vorig jaar, en Tim Wellens. We kijken ook met meer dan gewone belangstelling uit naar het debuut op de weg tussen de profs van Thibaut Nijs. Het commentaar is van Karel Bertele. Starten doen we met een aantal interviews voor de microfoon van collega Lodenuits. Veel koersplezier. Thibaut Nijs, goedemiddag. Ja, jouw eerste profkoers op de weg dan. Wat verwacht je ervan? Dat kan ik eigenlijk echt niet zeggen. Ik ben zeker in goede doen. Ik ben heel tevreden over de vorm waar ik de laatste weken mee rondrijd. Maar ik weet absoluut niet hoe dat zich gaat vertalen vandaag in de wedstrijd. Ik kijk er naar uit en ik ben heel benieuwd om te zien waar ik sta. Laat ik de vraag even anders stellen. Met welk gevoel sta je dan aan de start vandaag? Heel benieuwd gewoon. Waar ik ga stranden. Voor hetzelfde geld moet ik gewoon tevreden zijn dat ik de wedstrijd kan uitrijden. Maar wie weet zit ik nog in een mooie groep op het einde. Ik ga het gewoon op mij laten afkomen. Ik ga mijn best doen en ik heb er hard voor gewerkt. Dus dat komt wel in orde. Het is natuurlijk een thuiswedstrijd. Op hoeveel kilometer van de deur ligt die finish hier? Ja, we zitten op nog geen 10 kilometer van thuis. Ik denk een dikke 5. Dus ik weet hier elk putje wel liggen. Dus dat kan misschien wel een beetje een voordeel zijn. Veel succes, Thibaut. Dank je wel. Stijn Steels, de GP Vermark. Wat verwacht je ervan vandaag? Het gaat een plezant koersje zijn. Hè. Vorig jaar was dat een hele zware wedstrijd. De start zal waarschijnlijk... Het eerste uur zal weer vol een bak koers zijn. En dan, normaal gezien, rijden er grote groepen weg. En is het weer koers tot aan de meet. Het zal plezant zijn. En hoe gaan jullie dat hier controleren? We controleren niet. We gaan gewoon koersen. Deze koers moet ervan profiteren om gewoon echt koers te maken. Met 5 man is dat toch niet te doen. Wij proberen gewoon met zoveel mogelijk man in de laatste 2 ronden te geraken. En dan zien we wel. Maar eigenlijk had iedereen gewoon zijn kans. Jullie hebben natuurlijk wel wat favorieten in de ploeg. Hè? Ja, het is dat. We kunnen weer allemaal mee over te winnen. Ik zei, het is gewoon iedereen doet zijn ding. En we zien dan wel in de finale wat er gebeurt. Veel succes. Ja, merci. Iemand moet de eerste zijn. Wat verwacht je van deze wedstrijd? Want het is de eerste keer dat hij hier start. Hè? Ik denk dat het wel een moeilijke wedstrijd is. Hij heeft vorig jaar wel uitgewezen. Dit soort koersen zijn altijd moeilijk te controleren en zo. Dus het zal van begin tot einde een harde koers worden, denk ik. De hellingen op zich die zijn misschien niet de zwaarste, maar het is de opeenvolging die misschien wel iets voor jou kan zijn. Ja, en dan met het weer zal het sowieso het peloton iets meer uitgerokken worden. Dus ik hoop dat het iets voor mij kan zijn. Ja. Veel succes. Dank u. De GP Vermark aujourd'hui, c'est une course qui vous donne des bons souvenirs, je pense. Oui, c'était une bonne souvenir l'année passée. C'était la reprise après le confinement et une victoire alors que je m'y attendais pas. J'étais arrivé sans stress, comme aujourd'hui d'ailleurs. J'arrive au départ sans stress et on va voir ce que la course va donner. C'est une course qui est bénéfique pour ceux qui attaquent. Donc on va voir comment les gens répondent. C'est ma reprise après l'Amstel Gold Race. Donc on va voir, prendre du plaisir surtout. Et à la fin avec une nouvelle victoire. J'espère, oui. Bonne chance. Merci. Dankjewel. Ik moest erop zijn om de start tussen de ketting. Vermark Sport. Dag dames en heren, jongens en meisjes, wielerliefhebbers. Goedemiddag en welkom in de streek van Wezemaal, Rotselaar, Gelderode voor deze tweede grote prijs Vermark. U ziet het, 164 kilometer moeten er worden gereden. De weersomstandigheden zijn niet ideaal. Ze zijn vanmiddag om 2 uur vertrokken aan de gebouwen van Vermark Sport. En dit is het parcours. Daar is de start en dan gaan wij in wijzerzin rondjes rijden van 15,4 kilometer. 10 in totaal. Er is een aanloopronde geweest van aan de start bij officieus, kan ik dan zeggen, de gebouwen van Mark Verbeek en Frans, zijn vader. En
Dan is het een toertje toch rijden vooraleer ze aan de aankomstlijn voorbij kwamen. Voor exact 10 ronden dan, 154 kilometer officieel te rijden, maar toch een kleine 10 kilometer vooraleer ze hier in de Peningstraat van Wezemaal voorbij kwamen voor een eerste keer. En om dan te beginnen rijden voor die 154 kilometer. We zijn hier aan de start aan de gebouwen van Verbeek, van Vermark Sport. Met renners die zich warm ingeduffeld toch allemaal naar die startplaats hebben begeven om het controleblad te tekenen. En om dan te vertrekken voor die optocht, laat ons maar zeggen. Dit zijn de terreinen van Vermark Sport, waar de renners één voor één kwamen aanschuiven om zich dan op te stellen. Tim Wellens is van de partij. Tim Wellens is de kopman natuurlijk bij Lotto Soudal, één van onze twee World Tour ploegen. In gesprek met Frans Verbeek. Jonas Rikaert is er niet bij in de Giro om zijn maatje Tim Merlier naar sprintzegers te leiden, maar Tim heeft dat al uitstekend gedaan natuurlijk. Links in beeld, Thibaut Nijs. Ja, wat moeten we daarvan verwachten? 18 jaar oud en eindelijk, of ja, nu al moeten we misschien wel zeggen, mag hij beginnen aan zijn profcarrière op de weg. Het is voor het eerst dat hij dat gaat doen. En hij is in groot gezelschap. Mark Cavendish, jawel, de ex-wereldkampioen. De man die 4 keer won in Turkije. Die op stage geweest is in Griekenland. Op eigen kosten. Om daar nog betere waardes te trappen dan in de Ronde van Turkije. Dus wat kunnen we daarvan verwachten? In gesprek is de winnaar van vorig jaar, Florian Chedissal. En dit is Alvaro Hodge, één van de 5 renners aan de start van de Koninklijke Quickstep. Die andere Belgische World Tour ploeg. Voilà. De vlag gaat naar beneden voor de officieuze start. En dan zullen de renners onder begeleiding richting de start rijden, zoals gezegd, op de Beningstraat. Hier zijn ze nog altijd in Wezemaal op dat grondgebied aan de gebouwen van Vermark Sport. Het is druilerig. Het zijn natte wegen, het zijn frisse omstandigheden. U ziet het ook aan de koersdirecteur dat hij zich beschermt natuurlijk door het open dak van de auto om dan straks helemaal officieel deze tweede grote prijs Vermark op gang te vlaggen. En er zijn heel veel renners aan de start. We hebben in totaal 174 deelnemers. Dat is een groot succes, maar zoals Mark Verbeek liet uitschijnen in enkele voorbereidende interviews, voorbeschouwende interviews, ik had 400 renners aan de start kunnen krijgen. Dat is natuurlijk veel en veel te veel. 174 is een groot pak, is een grote groep, is eigenlijk ja, ongeveer het aantal deelnemers dat ook begint aan de Ronde van Frankrijk. Dus dan heb je toch wel een heel mooi deelnemersveld. En Mark Cavendish die wilde zich toch heel snel een beetje warm rijden in die aanvangskilometers. Meteen op de klim van het Rot, waar ze dus straks 10 keer gaan voorbij komen. Hij kent het natuurlijk niet, maar hij wil dat allemaal wel een heel klein beetje verkennen. En u ziet het, het is geen aangenaam weer om te komen kijken naar de koers. Wat een verschil met vorig jaar toen het begin juni allemaal mocht herbeginnen. Waar Mark Verbeek zo veel inspanningen voor had geleverd om eindelijk toen er mocht worden gekoerst vorig jaar als eerste zijn een koers te organiseren. En toen was er heel veel volk op de omloop. En natuurlijk waren die weersomstandigheden ook totaal anders. En ook nu weer is het toch nog altijd onder de vlag van corona, zal ik maar zeggen, dat er mag, kan gekoerst worden. En dan is het toch wel heel mooi dat Mark Verbeek daar zijn steentje bijdraagt. En ook ervoor gaat zorgen in de toekomst eigenlijk om een soort van, ja, hoe moet ik het noemen, project uit de grond te stampen. Om dan ervoor te zorgen dat er toch wel op langere termijn nog altijd kan gekoerst worden. Zowel voor de jeugd als voor een peloton als vandaag. En dan betekent dat dat renners gaan kunnen blijven rijden. De nieuwelingen, die hun koers die is wel verschoven naar september. Niet alles kan natuurlijk direct in goede banen worden geleid. Maar het is dan toch wel zo dat er veel plannen zijn om in Vlaanderen toch weer te koersen. En om toch te proberen om de renners zoveel mogelijk op de fiets te krijgen. En dan is zo'n wedstrijd als vandaag, dan mag dat inderdaad beschouwd worden als een kermiskoers. Dan staan er inderdaad veel beloften aan de start. Elites zonder contract, maar toch ook twee World Tour ploegen.
En dan is dat ook wel heel mooi om mee te maken dat dat allemaal kan gebeuren. Ze zijn daar net aan de aankomstlijn voorbij gekomen. De kopgroep, we gaan straks wel een aantal namen eruit pikken. De kopgroep die nog 6 ronden moet afleggen. Dat betekent dan op dat moment 92,4 kilometer. Nu, zoals u kan aflezen, een kleine 90 zullen we er nog rijden en zullen we u begeleiden naar de streep en straks een opvolger te krijgen van Florian Sénéchal, de man die je voor de Koninklijke Quickstep toen won. En de beeldjes uit de streek, ja, Kasteel van Horst. Het is een mooie streek, het is een glooiende streek. Het Hageland ligt in de buurt, zal ik maar zeggen. Aarschot is niet ver weg. Straks op 5 juni voor de Binkel Cycling Cup dwars door het Hageland. En een weekje later, klein weekje later, in Scherpenheuvel-Zichem, aankomst van de derde rit van de Baloise Belgium Tour. De streek van het Hageland, van Aarschot, van Diest, van Scherpenheuvel en omstreken. En hier vandaag in Wezemaal, in Rotselaar, in Gelderode, wel, die komt dus de jongste weken toch wel goed in beeld. Een heel klein beetje, toch wel een aantal jaren een blinde vlek geweest wat betreft het wielrennen. Maar kom het Hageland maar eens verkennen. Ga er maar eens koersen en dan zal er toch wel ondervonden worden. En zeker voor de mensen uit de streek en renners uit de streek en wielertoeristen uit de streek, die beseffen, weten wel heel goed dat als er doorgereden wordt op de wegen van het Hageland, die glooiend zijn, dat het wel pijn kan doen. En dat dat in de kuiten kruipt, in de benen kruipt, als je er blijft voor gaan op deze wegen. Niet al te breed altijd, dat is zeker waar. Wat draaien en keren ook, maar een hele mooie streek om jezelf uit te leven. En om de streek ook een beetje te verkennen. We hebben één leider op dit moment die heel behoedzaam natuurlijk door de bochten zich laat glijden. Die weggereden is uit die kopgroep. De man heet Sjoerd Baks. Het is een Nederlander. En hij probeert weg te rijden uit het peloton van een renner of 30. Goeie 30 renners zijn er op dit moment aan het wegrijden vanuit het peloton weg. En uit deze ploeg van Medtech, waar Adrie van Houwelingen de ploegleider is, is dit de Nederlander Sjoerd Baks. Het zijn overigens allemaal Nederlanders die deelnemen in dit team. 8 seconden zijn voorsprong net weggereden uit die kopgroep, die dan op zijn beurt een voorsprong heeft van 1,5 minuut op het peloton. Hier is hij, Mark Cavendish. Blij om erbij te zijn en is in de kopgroep aanwezig hoor. Hij is inderdaad naar voren kunnen rijden samen met nog een aantal ploegmaats. En hij is uiteraard de grote favoriet. Hè. Wat zou het toch wel minnetjes zijn om niet met Mark Cavendish rekening te houden in deze wedstrijd. Zoals gezegd, dit is niet het allerhoogste niveau. Bert van Lerbergen voilà, is er ook al bij vooraan. Hij heeft mee de oversteek kunnen maken. Daar rijdt Jonas Rickard ook. Dus de mannen, de grote namen die we konden verwachten, een aantal daarvan, die zijn inderdaad aanwezig ook in deze kopgroep. Die misschien als er een goede samenwerking is en een samenhorigheid, toch wel nog heel ver zou kunnen door kunnen blijven rijden in deze wedstrijd. Als de profs het inderdaad, ik zal maar zeggen, goestingen hebben om door te trekken, dan zullen velen anderen het niet gemakkelijk krijgen om stand te houden. Om terug te keren in deze groep, dat is op zich zoal niet gemakkelijk. En links zag je ook nog Gerben Thijssen, nog zo'n snelle man. Rickard is een snelle man, Cavendish is een snelle man. En dan heb je natuurlijk, als je nog een mannetje of twee mee hebt voor Cavendish, dan zou het straks toch wel eens kunnen goed uitdraaien en blijft de zege dan in de ploeg. We gaan nog niet te veel vooruitblikken en het vel van de beer verkopen voor je geschoten is. Dat zeker niet. Maar als je zo'n grote naam aan de start hebt in zo'n wedstrijd, dan is het logisch dat er naar hen gekeken wordt ook. Als ze dan mee de wedstrijd maken, dan is het toch wel voor anderen zaak om eens een doorgedreven training ervan te maken. Want heel veel veldrijders staan ook aan de start van deze grote prijs Vermark. En dan is dat toch voor hen in het begin van het seizoen. Na een stage bijvoorbeeld, de mannen van Sven Nys, die hebben zo'n stage achter de rug op Mallorca. Ook anderen veldrijders, zoals de ploeg van Paul Sauzen is hier aanwezig. En dan is het toch maar zo dat voor deze renners een goede
hernieuwde kennismaking is, als het ware, met het wegrennen. Opnieuw op de weg gaan koersen, kilometers malen en op die manier een basis leggen voor wat er straks moet gebeuren in het veld. Het is jaarlijkse traditie dat veldrijders op in de maand mei liever opnieuw beginnen koersen na een rustpauze die ze gekregen hebben in de maand maart. Vooral als het veldrijdseizoen ophoudt op, laat ons zeggen, 5, 6, 27 februari ongeveer, dat er dan een pauze volgt voor die veldrijders, dat april dan een opbouwmaand is met daarin dan vaak ook nog een stage gepland. En dan kunnen ze beginnen koersen in de eerste, de tweede week van mei. Vooral vorige donderdag ook Circuit de Wallonie was ook al een wedstrijd waar er kon worden getest, zal ik maar zeggen. Daar rijdt zo een van die veldrijders, van die mannen waarvan we toch ook wel iets verwachten hier vandaag om zich zo lang mogelijk te tonen. Toon Aerts is denk ik de enige man van zijn ploeg op dit moment, heb ik de indruk. Geen Thibaut Nijs mee in de kopgroep, maar dat is geen schande, natuurlijk niet. Toon Aerts die een goede indruk naliet op de stage in Mallorca. In Mallorca zo liet zijn ploegleider, zijn manager Sven Nijs donderdag ook al weten. En dan is het vandaag toch wel tijd om, ja, in niet echt ideale omstandigheden en hier op het rot, op de klim die er iedere keer in ligt met de befaamde passage onder de brug van de autoweg E314, om daar dan toch nog wel even te tonen dat de benen goed zijn. Sjoerd mag een beetje wegrijden van de kopgroep, pakt op dit moment een twintigtal seconden en zal op deze manier een beetje reclame kunnen maken voor hem. De kijkers van ROBTV heten we van harte welkom samen met die van Sportza.be. De wedstrijd wordt gestreamd op de site van Sportza. Maar de kijkers van ROBTV die hier in de streek wonen natuurlijk, die de streek goed kennen, de regionale televisie, mag een beetje trots zijn dat deze wedstrijd live in beeld komt. En dan kan de streek op die manier uiteraard mooi in beeld komen. Ze blijven voorlopig samen. Het is zelfs Cavendish, denk ik, die daar toch nog een beetje aan de koord, aan boord blijft om de koord te trekken. En om ervoor te zorgen dat de anderen niet meer gaan terugkomen. En dat ziet er op dit moment niet slecht uit voor deze kopgroep. Voorsprong is opgelopen tot 2 minuten. En dan kunnen ze al een beetje tempo beginnen rijden. Naar elkaar kijken en misschien hun tempo afstemmen op dat van de achtervolgende groep. En dit is dat peloton dat nu ook aan de klim van het rot is begonnen. Waar renners achteraan proberen om niet gelost te worden. En waar het vooral is om je een beetje warm te rijden, denk ik, op dit moment. Want de omstandigheden die zijn niet ideaal om te koersen. En dan kun je misschien wel beter ook als toeschouwer onder de brug gaan schuilen. Dit is de afdaling dan van het rot. En zo gaan we een beetje kennismaking met het parcours. En zullen we straks in de finale alles heel goed kennen. Gaan de renners ook wel weten waar er wat wind staat. Waar het gevaarlijk is met eventueel natte bochten. En waar het dan kan uitgekeken worden op de hellende stroken om eventueel nog een slag te slaan. Als we straks aan de aankomst voorbij komen, nog 5 ronden en dan zijn we eigenlijk half koers. En dan zal het allicht nog wel allemaal moeten beginnen. Maar de kopgroep die zich nu al heeft losgewerkt van het peloton, dat ziet er wel goed uit, denk ik, dat die op die manier kunnen verder blijven werken. Met zijn dertig man, sterk dit peloton. Cavendish erbij, Toon Aerts erbij, Jonas Rickard erbij, Gerben Thijssen erbij. Dat zijn toch al een aantal namen van renners die zich naarmate de koers verder gaat ontplooien, allicht ook wel gaan manifesteren en willen bewijzen dat ze er niet voor niet naar Wezemaal Rotselaar zijn afgezakt om deze koers te kunnen rijden, te mogen rijden ook, want inderdaad, voor een heel groot deel van dit peloton
is dat zowat de eerste wegkoers. Hè? Als ik denk aan de beloften, als ik denk aan elite renners zonder contract, dan is het voor de continentale ploegen, voor de veldritploegen ook, toch wel een gelegenheid die ze kunnen aangrijpen om wat kilometers te maken. Jasje mag uit. Hij heeft zich warm gereden. Sjoerd Baks heeft zich op dit moment al getoond. Uit die ploeg kan zijn hesje weggooien bij de ploegleider, bij de mensen van de ploeg. En daar staan de verzorgers klaar om bidons aan te reiken, om te zorgen voor de bevoorrading. En vooral is dit de plaats waar er inderdaad een drinkbus mag weggegooid worden en een jasje mag uitgetrokken worden. Dat is geoorloofd. Wat doen ze in het peloton? Proberen het toch op gang te trekken. Maar u ziet dat twee renners van Lotto, en ik denk dat Tim Welles daar ook bij zit, probeert om af te stoppen. Dat de renners van Alpecin Phoenix afstoppen. En dan zou het wel eens goed kunnen zijn dat dit een poging is dan om weg te rijden, maar dat er met heel veel tegengewicht daar aan het achterwiel zal worden afgestopt. En dan zal dat niet gemakkelijk zijn. Als er nu al 2 minuten zijn richting ongeveer half koers, dan hebben we toch wel werk aan de winkel voor de renners. Toen bij de eerste tussensprint, en dat was helemaal vroeg in de wedstrijd, dat was na de derde passage aan de aankomstlijn, was Tim Welles de snelste voor Rutger Wouters en Quinten Venner. Rutger Wouters, die ex-winnaar van onder andere de wedstrijd in Averbode, de Singse koers, pakte dan de tweede tussensprint voor Alexander Richardson en Wart van Hoven. En dan hebt u meteen ook toch wel enkele namen van de renners die zich al hebben getoond in deze wedstrijd. Er komen tussensprinten telkens per 2 ronden aan de passage aan de aankomst. En dan kunnen daar ook in deze wedstrijd punten worden vergaard voor het tussensprintklassement. Maar straks is het natuurlijk allemaal te doen om te zorgen dat je opvolger kunt worden van Florian Sénéchal. Renners van Paul Sauzen, die er ook alles aan proberen te doen om wat vaart in dat peloton te krijgen. Onder leiding van Gianni Meersman stonden hier aan de start Edi Iserbiet, Laurens Zweek, Michael van Toernout, Ryan Kamp, Toon van den Bos, Witse Meeuwsen en Anton Ferdinande. We kennen die allemaal als namen uit het veldrijden natuurlijk. En het is niet onbelangrijk met straks ook nog wat rittenkoersen die die renners gaan rijden om basis te leggen, om kilometers te maken voor wat betreft de verdere evolutie van het seizoen, de verdere opbouw van het seizoen, zal ik maar zeggen. Om dan inderdaad met een gerodeerd lichaam te kunnen beginnen aan specifieke veldrittrainingen. Om dan in de maand september de eerste wedstrijden te gaan rijden. En dan zien we die renners natuurlijk niet meer op de weg. Maar dan hebben ze, zoals vandaag, een goede training kunnen afwerken. Al is het dan in niet ideale omstandigheden, maar daar zullen de veldrijders niet treurig om zijn. Zij zijn dat gewoon. Als er gecrossed wordt in de winter, gebeurt het niet vaak dat de weersomstandigheden zo goed als ideaal zijn. Zij kunnen allemaal tegen een stootje. Proberen om weg te rijden, proberen om vaart te krijgen in dat peloton. Met een voorsprong van 2 minuten is het natuurlijk aan de ploegleiders ook toegestaan om zich naar voren te begeven en naar voren te rijden en assistentie te gaan verlenen in die kopgroep. We zullen zien wanneer de veer breekt bij de mannen achter deze kopgroep. En als de vertegenwoordiging van wat we daarnet hebben gezien van namen al aanwezig is van renners die in de tussensprint zich hebben gemanifesteerd, ja, dan zou het wel eens een heel lastige opdracht kunnen worden voor het peloton om die kloof te overbruggen. We zijn in de laatste kilometer, maak kennis met de glooiende wegen richting de streep. Iedereen kan dat al eens gaan verkennen.
En dan straks op het juiste moment ofwel nog proberen weg te rijden in die laatste ronden, ofwel te gaan speculeren inderdaad voor een sprint met een aantal renners dat daar nog is vertegenwoordigd. Is het op dit moment vooral kennismaken met de laatste kilometer. 500 meter met een bocht nog erbij. Tempo ligt redelijk hoog in deze kopgroep. En dan is het bij de passage nu aan de streep met nog 5 ronden te rijden. 77 kilometer ongeveer voor de boeg. En zo komen de renners weer aan op de Binningstraat waar de streep ligt. Half koers. En Cavendish die lekker meedraait in dat groepje met een tweetal ploegmaats er ook nog bij. Gaan we zo dadelijk exact weten wat de voorsprong is van deze 30 à 35 renners die de kopgroep uitmaken van deze tweede grote prijs Vermark. Hier is Adrie van Houwelingen, de ploegleider van het Nederlandse team Mitek. En na Sjoerd Baks is het de beurt aan Dylan Bouwmans om in beeld te komen. Dus op dat vlak kan er niet geklaagd worden op dit moment in de aanvangsronde, zal ik maar zeggen, van deze wedstrijd, dat ze al een beetje in beeld gekomen zijn. Dit is minder dan 2 minuten, dacht ik te zeggen. Voilà, dit is 1 minuut en 10 seconden nog voor het peloton. En als die dat door gaan krijgen, dan is dat inderdaad half koers nog wel speelbaar allemaal. Als er een beetje organisatie komt, als de renners elkaar gaan begrijpen. Natuurlijk een aantal ploegen die het niet gewoon zijn om samen in een wedstrijd te rijden. En voor die belofteploegen en andere kleinere ploegen toch wel een mooie kans om zich te meten met de World Tour ploegen. De Koenig Quickstep en Lotto Soudal. En dan zou het wel eens een mooie gelegenheid kunnen zijn voor een aantal renners om van zich te doen spreken. En in deze wedstrijd naam te maken. Waarom niet? Het is nog vroeg in het seizoen. Er is natuurlijk veel concurrentie van andere koersen die op dit moment worden gereden. Uiteraard in de eerste plaats de Ronde van Italië. Maar dat moet, en daar heeft Mark Verbeek uiteraard gelijk in, dat moet geen hinder zijn om in diezelfde periode een wedstrijd te organiseren. Waarom niet? Hij had beloofd vorig jaar, na de eerste grote prijs, dat dit een blijver zou worden. En dan zet hij nu toch wel, houdt hij nu toch wel een mooi woord. We gaan even afscheid nemen van de kijkers van ROB voor een publicitaire boodschap. En wij komen zo dadelijk terug. Maar jullie kunnen de wedstrijd blijven bekijken in beeld. Want dat gaat niet verloren. Tot straks. Meubelen de Toren heeft een uitgebreid aanbod aan meubelen en decoratie. Voor je woonkamer, eetkamer en slaapkamer. We geven persoonlijk advies voor je slaapsysteem en tot slot kan je even verpozen in onze sfeervol ingerichte relaxstudio. Meubelen de Toren, Stationstraat in Rotselaar. Crazy Deals bij Van Mossel, van 13 tot en met 16 mei. Het grootste aanbod, de beste condities. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
Bezoek nu ons vernieuwde buitenpark en bekijk ons uitgebreid aanbod aan tegels, klinkers en boordstenen. Ontdek naast klassiekers ook nieuwigheden. Kies voor een moderne of een klassieke look voor de aanleg van uw terras, oprit of tuinpad. Ontdek het allemaal bij Bouwmaterialen Hendrix. Optiek Verhulst in Leuven. De grootste optiek met een uitgebreid aanbod in monturen, zonnebrillen, contactlenzen en hoorapparaten. Ons zevenkoppig team helpt u in de keuze van de juiste bril en zorgt met een computergestuurde centrage voor het beste zicht. We hebben uitgebreid met een volledig nieuw glasadviescentrum voor de beste brilglazen en een hoorcentrum voor een optimaal gehoor. Optiek Verhulst. Nu met nog meer service. In de Tiense Straat te Leuven. Welkom terug, kijkers van ROB. U hebt niets gemist en dat zag u ook wel in beeld, denk ik, voor de klim met het peloton ook op het rot. Gerben Thijssen daarnet in overleg met zijn ploegleider Kurt van de Wouwer, die hier aanwezig is. Herman Frison is ook aanwezig, maar Herman rijdt in de auto rond met de organisator, met Mark Verbeek. Herman Frison, ik zal niet zeggen uit de streek, maar toch wel uit de buurt van Mol, een Kempenaar. En zover is de Kempen ook niet verwijderd van de buurt van het Hageland, zal ik maar zeggen, of in deze streek van Rotselaar. Ze kennen elkaar goed en dus was dat inderdaad een ideale gelegenheid voor Herman Frison om op een ontspannen manier de grote prijs Vermark mee te maken. De Wijngaardberg is bekend van de escapade, zal ik maar zeggen, van Thibaut en Sven Nys. Om daar tussen de wijngaarden ook te gaan koersen en mooie beelden te laten opnemen. Met de drone of met de helikopter is het inderdaad altijd mooi om te zien. Ook de illustratie van hoe glooiend de streek rond Aarschot, Rotselaar, Wezemaal is. Het Hageland is niet vlak. Koers ligt heel klein beetje in een eerste voorbeslissing, zal ik het maar noemen, want heel veel schermutselingen zijn er niet gebeurd en het wegrijden van de kopgroep is gebeurd na een ronde of 2-3. Met toch al een aantal mooie namen erbij en die proberen nu op dit moment in deze vijfde ronde stand te houden. Ook in Rotselaar een meer. Voor wie dat niet mocht weten, maar ik neem aan dat vooral de kijkers van ROB dat allemaal wel weten. Voor de kijkers op de stream van Sportza zijn dat misschien nieuwe dingen. En krijg je op die manier ook een mooi beeld van de streek. Wat de streek ook allemaal aan toeristische mogelijkheden te bieden heeft. Hier wordt straks een opvolger bekendgemaakt van Florian Sénéchal. Hij kwam vorig jaar alleen aan. Er is toen heel, heel hard gereden. Het was de eerste koers natuurlijk, begin juni. En iedereen was erop gebrand om zijn conditie een beetje te tonen. En onder andere ook Victor Kampenaerts heeft toen grote sier gemaakt in de wedstrijd en ervoor gezorgd dat dat pak serieus uiteen werd gerammeld, zoals Rutger Wouters het nu op dit moment ook wel probeert. Van Lerbergen werd dat niet laten gebeuren natuurlijk en gaat daar naartoe. Is het nu al het moment om te proberen om wat te proberen om die kopgroep uit te dunnen, zal ik maar zeggen. Tim Wellens aandachtig mee. Mark Cavendish bekijkt het nog een beetje vanuit de achtergrond. Maar dus wel goed nieuws in verband met Mark Cavendish, zullen we zeggen. Dat hij
op eigen houtje toch wel wil gaan trainen. In een voor hem dan tussenseizoen, zal ik maar zeggen. In Griekenland. Een dag of 10 daar bezig geweest. Naar verluidt ook met hele goede waardes de trainingen afgewerkt. En uiteraard is dat nog maar eens het bewijs dat als je wint, als je kunt tonen dat je nog een potentieel snelle man bent, na alle twijfels die er waren, vind ik nog wel een ploeg. Opgevist door Patrick Lefevre en hem dan natuurlijk wel rijkelijk bedankt met 4 ritzegers in de Ronde van Turkije. Je kunt daar onmiddellijk aan toevoegen van niet alle snelle mannen waren daar in dat peloton in de Ronde van Turkije. Dat is zeker waar. Maar als je de sprints zag, met onder andere ook zeker Jasper Philipsen erbij, die dan ook 2 keer of 3 keer kon winnen, met André Greipel, die toch nog altijd een man is die ervoor leeft, zijn best doet, nog altijd wil tonen dat hij mee kan en wil sprinten, dan was de voorbereiding van die sprinten ook bij momenten om duimen en vingers af te likken. Als je dan altijd nog kunt afmaken, 4 keer, ja, dan is dat in het hoofd ook een soort van bevrijding. En ga je dan ook weer investeren om te blijven dat niveau te houden. En dat is wat Mark Cavendish nu de voorbije weken heeft gedaan. En dan blijft dat toch inderdaad een mooie zaak om vast te stellen dat hij daarin wil investeren. Tim Marsman en Wessel Krul. Het zijn namen die we niet vaak horen natuurlijk. Het zijn ook renners van ploegen die niet zo heel vaak in beeld komen. Al is natuurlijk het SEG Racing Team of het SEG Racing Academy natuurlijk wel een ploeg die bekend is van een uitstekende jongerenopleiding. Heel veel renners die daar naam en faam hebben gemaakt, eens ze doorgestroomd zijn uit dit SEG Racing Team, de Academy. En de andere renner die we in beeld zien is een jongen van de ploeg van Adrie van Houwelingen, opnieuw. Dus het is wel heel mooi dat Tim Marsman, nadat eerder Sjoerd Baks in beeld is gekomen, dat ook hij dit doet. Hier staat op het rot toch iets minder volk dan vorig jaar. Ik herinner mij de massa toeschouwers die eens je boven bent aan de linkerkant aan het café daar met honderden buiten stonden om te profiteren van het goede weer. Dit is nu wel dit jaar een heel klein beetje anders. Komt er afscheiding uit het peloton? Voorsprong 1.05. En daar zijn er toch wel een zestal renners die nu proberen om weg te rijden uit dat peloton. 7 denk ik in totaal hier, ja. De voorsprong van de 2 renners vooraan schommelt rond een seconde of 10-13. En u ziet dat dit een poging is om inderdaad weg te rijden uit het peloton. Mannetje van Binkel ook. Binkel Wallonie-Bruxelles. Dat hier aanwezig is met de profploeg, zou je kunnen zeggen, maar ook met de jongerenploeg. En dan kunnen ze, ja, met z'n tweeën misschien wel proberen om ook in zo'n wedstrijd als vandaag wat naam te maken. Binkel Wallonie-Bruxelles, dat met uiteraard Ludovic Robbeet al een hoofdvogel heeft afgeschoten met zijn winst in nokere koersen, uiteraard. Het is een poging om de koers geanimeerd te houden. Dat doen deze twee ook. Verdienstelijke poging om met z'n tweeën weg te rijden. De Nederlanders, Marsman en Krul. Die nu zo goed als boven zijn op het rot. En dan straks aan de afdaling kunnen beginnen. Tonaerts doet meer dan zijn duit in het zakje. En dat is wat we ook herinneren van de editie van vorig jaar. Echt wel trainen. Proberen een aantal keer door te rijden.
de kop te nemen. Kilometers maken, zoals gezegd, om straks dan in zo goed mogelijke vorm het veldritseizoen te kunnen beginnen. En dan zijn deze koersen op deze wegen toch wel een ideale gelegenheid. Het was vorige donderdag, waar ook af en toe wel eens veldritploegen circuit de Wallonie beginnen als wegwedstrijden. Een zwaardere koers. Daar lagen andere hellingen in de buurt van Charleroi. Dat is moeilijker om eraan te beginnen. En opletten hier toch maar in de bochten. Want het houdt maar niet op met regenen, helaas. Voor deze wedstrijd. Dat deze omstandigheden veel minder zonnig zijn dan vorig jaar. En hier is in de achtervolgende groep toch ook wel animo. En willen ze die twee Nederlanders toch niet te ver laten wegrijden. Als dit het voorbereidende werk is voor Mark Cavendish om het straks af te maken, ja, dan zal Cavendish misschien al wel hebben aangegeven zich goed te voelen. Er vol wil voor gaan. En er misschien wel voor te zorgen dat er niet te veel volk meer vanuit de achtergrond terugkomt. Want hoe groter de groep, hoe meer mogelijkheden er zijn, hoe meer mensen, veel meer mensen ook willen denken van we gaan het hier zo lang mogelijk proberen vol te houden. En dan is het vooral te vermijden om te zorgen dat deze kopgroep nog aangroeit tot veel meer. Want veel meer dan dit, denk ik, mag het voor de meesten in die kopgroep niet meer worden. En u ziet hoe snel het kan gebeuren en evolueren om ook in die kopgroep een breuk te krijgen. Dat is natuurlijk een groep van 35 renners, is te groot om te blijven rondrijden. En hoe dichter we bij de aankomst komen, hoe minder ronden er moeten worden afgelegd, hoe zwaarder de schifting allicht zal worden doorgevoerd. Dit is Tobias Bayer, zal ik maar zeggen, Bayer, geschreven. Een van de mannen uit de ploeg van de broers Roodhoofd, met hier nu vandaag als ploegleider aan het werk Mark Janssens. En ook Mark Janssens kennen we natuurlijk uit het veldrijden, ex-Belgisch kampioen zelfs. Twee keer, als ik me niet vergis. En dan is deze Oostenrijker bezig om weg te rijden met een zestal anderen uit het peloton. Nummer 70 is Mario Sprengeler, dat is een Zwitser. Dus het is een heterogeen gezelschap dat we hier zien in de achtervolging. Met Luca de Meester ook, nummer 150. En van Uno X, de Noorse ploeg, is ook mee in de aanval Johannessen. Anders Johannessen. Mannetje van Bingolshausen ook mee. Het zal wel eenmaal een van de mannen van de veldritploeg. En dit is, ja, Brent Klee. Ik zal maar zeggen, geen twee zonder drie voor Brent. Het blijft toch altijd een huzarenstukje, hè, om die bidons aan te nemen. De twee Nederlanders gaan er zo dadelijk aan zijn voor de moeite. Maar hebben natuurlijk wel weer wat vaart gekregen in die ontsnapping. En dat blijft, denk ik, toch wel het onderliggende element nu van wij willen ervoor zorgen dat er niet te veel volk meer komt aansluiten bij die kopgroep. Al is het dan nog 65 kilometer, dat is een heel eind rijden. En als er doorgekoerst wordt op dit parcours, dan gaan ze dat toch op het einde toch wel voelen. En er zijn er dus 3, 4 die zijn komen aansluiten. Waardoor dus de kopgroep inderdaad uiteen aan het barsten is. Met een man of 6 nu vooraan. Rutger Wouters is er ook bij. Heel actief.
voor de ploeg van team Tielemans de Houweren. Hier zijn we bij Anton Charmich, Deen. En de mooie plaatjes die blijven ons maar de revue passeren. Ik denk vooral dat dit openbaringen zijn inderdaad voor de kijkers van Sportza.be, minder voor de kijkers van ROB TV die de streek wil kennen. Hodge is de afvaardiging van de Koning Quickstep. Walsleben, nog zo'n ex-veldrijder voor de ploeg van Alpecin. Rutger Wouters, zoals gezegd, de twee Nederlanders die er vooraan bij waren ook. En dan krijgen we deze kopgroep die zich in de laatste kilometer bevindt richting de finish. Voor nog vier ronden, Filip Walsleben. Ik zal niet zeggen aangename kennismaking, want die kennen we natuurlijk al een tijd. Maar Filip is dus wel nu echt omgeschoold tot wegrenner. En vertoeft niet zoveel meer in het veld. Hij die dus ook voor de ploeg van de broers Roodhoofd heel veel diensten heeft bewezen in het veld, maar daar zich nu niet zo vaak meer gaat tonen. Voor Lotto Soudal, Lennart van Eetveld. Dit is weer een passage met een tussensprint. En dan zijn daar geen wel eens te zien. Wouters wel, Rutger Wouters deed wel mee. En steekt op die manier de hand uit naar mogelijke winst in dat tussenspurt klassement. Maar deze zes zijn van plan om weg te rijden en om ervoor te zorgen. Vertegenwoordiging van de Koning Quickstep natuurlijk. Vertegenwoordiging van Alpecin Phoenix. En dan zijn het de lottomannen die inderdaad aan de bak moeten. Om de kloof zo klein mogelijk te houden. Toon Aerts gaat dan maar eens proberen om die zes niet te ver voorop te laten rijden. En bij Lotto gaan ze moeten de zaak even herbedenken, zal ik niet zeggen. Maar het is toch wel tijd voor Gerben Thijssen en voor Arnaud Dely en Tim Welles om te zorgen dat die zes niet te ver wegrijden op vier ronden van het einde. Peloton blijft wel hangen op die dikke minuut. Ondanks het feit dat dit groepje zich heeft proberen los te werken, is het dan toch nog niet echt een kloof die ze hebben kunnen maken. En vooral ook niet de achterstand kleiner te maken op de kop van de wedstrijd. Dan heb ik het wel over deze renners. Met daarnet ook Brent Klee die zijn drinkbussen een paar keer miste. Met Rutger Wouters ook. Voilà. En dan vooral de bekendere namen van Alvaro Hodge en Filip Walsleben. Op deze zes heeft het peloton nu een dikke minuut achterstand. Maar als er een halve minuut achterstand is voor de rest van de kopgroep ten opzichte van deze, dan komt dat peloton dan stilaan wel op een dikke halve minuut van de rest van de kopgroep. Renner of 30, naar schatting waar dan Toon Aerts bij zit, waar dan Mark Cavendish bij zit. En Cavendish die zich nu op dit moment uiteraard geteist kan houden en de kopgroep kan laten wegrijden, omdat zijn ploegmaat Alvaro Hodge erbij is. En dat weten we ook wel, Alvaro Hodge is niet traag. En zou dan in deze omstandigheden tegenover bijvoorbeeld een Rutger Wouters een mooie sprint kunnen afleveren. Ik verwacht dan van Filip Walsleben straks misschien nog wel een poging om weg te rijden. De twee Nederlanders in de groep zijn minder bekende namen. En zijn jongens die in deze koers toch wel heel wat ervaring kunnen opdoen.
niet onbelangrijk, misschien met het verder verloop van het seizoen. En Rutger Wouters is een gewaardeerde renner in het peloton. Sterke beer. Die misschien straks ook wel nog op vinkentouw ligt. Of gaat hij het proberen af te maken in de sprint. Met een groepje van 6 zijn die kansen aanzienlijk. Sport van Baloise ook aanwezig in de wedstrijd. Zij hadden daarnet, of hebben nog altijd natuurlijk, in dat tweede deel van de kopgroep, zal ik maar zeggen. Een renner of 4 aanwezig. En dan is het jammer dat zij nu op dit moment de slag gemist hebben. Onder leiding van Luc Collin staan Kenneth van Rooij, Cédric Bullens, Jens Reinders, Alex Koolman, Wart van Hoof en Timo Willens aan de start. En dat, die hebben dus wel een mooie vertegenwoordiging vooraan. Maar nu op dit moment niet in de kop van de wedstrijd als we aan de laatste 60 kilometer zijn begonnen. We zien nog altijd mensen met regenschermen langs de kant van de weg. Dan blijft het toch nog altijd wel druilerig weer. En is het hier op het rot voor Mario Sprengeler, de Zwitser, dat het iets te snel gaat in deze groep. En moet hij proberen terug aansluiting te vinden waarin hij toch wel slaagt. Enthousiasme langs de kant van de weg is groot. In tegenstelling tot de miserige, wat kille omstandigheden wat betreft het weer, is de warmte van de aanmoedigingen toch wel welkom voor de renners op dit parcours. Kleine voorsprong voor de 6 vooraan. Als we dat tijdsverschil kunnen bekijken op dit moment. En voor wie de streek niet kent, de rivier links, dat is de Demer. Met het Begijnhof van Aarschot zijn we niet ver uit de buurt van Rotselaar en Wezemaal. Zoals eerder gezegd, Aarschot het hart van het Hageland. En naast dat Begijnhof staat de Onze Lieve Vrouwkerk. Straks op 5 juni dus, dwars door het Hageland op de onverharde wegen. In een organisatie van de Bingo Cycling Cup, waar we vorige donderdag dus de 3e wedstrijd hadden na de Grand Prix Samijn en de Grote Prijs Montserrat, is dwars door het Hageland op zaterdag 5 juni de volgende wedstrijd van dat regelmatigheidscriterium, georganiseerd door Nick Nuyens. Het bewijs op dit beeld dat het nog altijd corona is dat regeert, want er mocht geen publiek komen aan de aankomst. En dus is het voor de mensen thuis, denk ik, toch wel genieten van de streek en genieten inderdaad maar van Moeder Meulen ook. En van de wijngaarden. Waar er in het Hageland ook geprobeerd wordt om Hagelander te produceren. Niet alleen proberen, maar het lukt hen ook natuurlijk. Hagelandse wijn is bekend. Is dat een voorsprong van 12 seconden? Komen ze daar uit de bocht al? De achtervolgers voorlopig op dit beeld niet te zien, maar deze 6 zijn wel nog altijd vooraan aan het rijden. Hodge, Walsleve, Marsman, Krul, Klee en Rutger Wouters. En die werken goed samen, heb ik de indruk. Die zijn aan het wegrijden.
Want onmiddellijk achtervolgers zijn daar op dit beeld niet te zien. En dan draait dit lekker rond. Wordt er goed afgelost. En is het geloof om weg te blijven groot. Maar daarachter is er ook nog ontwikkeling. Twee renners hebben zich nog eens losgewerkt uit de groep. Waar Ton Aerts bij is, waar Mark Cavendish bij is. Het is nog een kwestie van tijd om zo dadelijk vast te stellen dat de kopgroep dan misschien uitgebreid wordt tot 8 renners. Hier zijn ze. Dat is daarnet het beeld dat we u konden geven met Lennart van Eetveld en Jason van Dalen. Jason van Dalen die rijdt, u raadt het nooit, voor de ploeg van Adrie van Houwelingen. Jawel. Metek is hier nu al met een derde renner bezig om in beeld te komen. En het beeld van de jonge Lennart van Eetveld spreekt boekdelen. Dit is ook waarom Mark Verbeek de koers wil organiseren. Kom maar af met jullie jongere ploeg. Kom maar af met de jongens die nog niet de grote naam hebben. Maar kom maar af met jongens die een kans krijgen om zich hier te bewijzen. En wat moet dat dan deugd doen dat je dat kunt? Op zo'n parcours dat ook door de weersomstandigheden en de manier waarop er gekoerst wordt, zeker niet gewandeld wordt, toch wel ook fysiek een hele belangrijke training is. Ze kunnen een kans grijpen. Diegenen die aan de start mochten komen, moet ik misschien wel zeggen, want zoals eerder gezegd, en Mark Verbeek gaf dat ook wel aan, ik had 400 renners kunnen selecteren. Straks de wedstrijden die eraan komen vanaf 9 juni, als er weer mag gekoerst worden, zal het met 100 zijn. 100 renners aan de start. Officiële wedstrijden die weer kunnen worden georganiseerd. Op basis van voorinschrijvingen, maar er zal voor gezorgd worden dat het niet iedere keer dezelfde renners zijn die natuurlijk aan die wedstrijden gaan deelnemen. Dus is er weer hoop voor renners die zo lang hebben moeten wachten op koersen, die zo lang hebben moeten trainen en bezig blijven. Breng het maar op natuurlijk. Wanneer kan ik weer koersen? Wanneer kan ik mij weer gaan meten met anderen? Wanneer kunnen we ook weer in groep samen gaan trainen? Dat heeft allemaal lang geduurd. En dan is het toch wel mooi dat vanaf 9 juni dat allemaal weer mogelijk wordt. En kijk eens naar Lennart van Eetveld op het rot. Gaat hij daar zijn Nederlandse compaan eventjes uit het wiel rijden? Hier zijn dus Arno Delie en Bert van Lerbergen die de vaart houden in de achtervolgende groep met Kenneth van Looy, zoals gezegd, van Rooy, pardon, die Sport Vlaanderen vertegenwoordigt. Hier is Jonas Rikaert. 20 seconden om naar de kop van de wedstrijd toe te rijden. Hodge is er wel bij vooraan, maar het is toch Van Lerbergen die naar zijn ploegmaat dan aan het toerijden is. En 39 seconden nog voor, ja, Lennart nu alleen. Kijk eens aan. Lennart van Eetveld. Probeer er maar naartoe te rijden. En dit zijn koersomstandigheden waar je alleen maar sterker van kunt worden. Dit kun je ook niet simuleren op training. Dit is gewoon op goed 50 kilometer van een koers. Als er dan al 100 achter de rug zijn in deze weersomstandigheden, op glooiende wegen, momenten die je kunt koesteren als je nog een jonge renner bent.
Deze zes gaan zo dadelijk beginnen aan de afdaling van het rot. Toch maar proberen wegrijden uit de groep. Hè. Laurens Zweek. Bert van Lerbergen, ja. Hebben we gezien. De Lee hebben we gezien van Roy. Ricard. En die hebben zich nu toch wel losgewerkt met Jason van Dalen. Uit het peloton. En dan is het spannend afwachten hoe snel alles gaat terugkeren in de afdaling hier van het rot. Voor de kijkers van ROB... Het is weer even tijd om de publiciteit te laten passeren. Dus tot zo dadelijk. Doe mee aan de Hagelandse 101 en wandel 101 kilometer door het prachtige Hagelandse landschap. Geniet onderweg van mooie vergezichten en bezienswaardigheden. De start is voorzien in Leuven op 3 september om 21 uur 1. En finishen kan tot 4 september 21 uur 1. Schrijf je nu in op hagelandse101.be. Ontdek de elektrische fiets van het Nieuwsblad voor maar €1.499. Dat is maar liefst €1.000 goedkoper. Bezoek onze nieuwe fietswinkels en maak een testrit. Of bestel op nieuwsbladshop.be en je hebt deze fiets binnen de week in huis. Online apotheek PharmaLine. Groot assortiment, kleine prijzen. Bestel nu met €5 korting. PharmaLine.be, de online apotheek voor België. Tijdens onze 15 dolle dagen en profiteer nu van 15% korting op je badkamerrenovatie. Van Kalster. Kijkers van ROB TV, welkom opnieuw in wat we stilaan de finale kunnen gaan noemen. Van deze tweede grote prijs Vermark. De laatste 50 kilometer komen eraan en dan zullen het toch wel de grote motoren zijn die het werk moeten gaan afmaken. Alvaro Hodge nam daarnet een drinkbus aan en daar kan onze vriend Bert Klee een voorbeeld aan nemen. Dat is geen kritiek, dat is gewoon een vaststelling. Bijna de arm uit de kom. En dit was een heel veel betere aanname van een drinkbus. Blijft natuurlijk altijd een heel klein beetje gokken of met de snelheid waarmee er gereden wordt, die drinkbus op een vlotte manier kan worden aangenomen. En het is niet onbelangrijk om te blijven eten en drinken natuurlijk. In deze fase van de wedstrijd. We moeten rondrijden. Jonas Ricard, Arnaud de Lee, Kenneth van Rooij, Laurens Zweek. Zweek toch ook altijd iemand die in deze wedstrijden zijn mannetje staat en er doorkomt naarmate de kilometers vorderen. Hij kent de streek natuurlijk. Schrik ligt natuurlijk niet zo ver van hier. En dan... is het in deze fase van het jaar, zal ik maar zeggen, voor een veldrijder toch geen slecht teken dat je hier nu al een beetje in beeld komt rijden. En inderdaad wil tonen dat je al wat training achter de rug hebt. De 31 seconden. Neem ik aan is de achterstand... op deze kopgroep. Waar Alvaro Hodge meer dan zijn deel van het werk doet. En de anderen toch wel vlot blijven rondrijden.
De weersomstandigheden dienen ons niet. Het is heel jammer dat het weer op deze manier een beetje spelbreker is. De 7 achtervolgers, dit zijn renners die weggereden zijn uit het peloton, die de anderen van de oorspronkelijke kopgroep voorbij zijn gereden. Dus voorlopig ook geen beelden meer van Mark Cavendish en Toon Aerts en compagnie. Dit is de kop van de wedstrijd. 48 kilometer nog. De man nu aan kop is Philippe Walsleben, de vroegere veldrijder. Achteraan zit Alvaro Hodge. Dat zijn de bekendste namen uit deze kopgroep. Rutger Wouters zit daar ook met de gele helm. En dan hebben we nog een tweetal Nederlanders die weggereden zijn in een tussenfase, als het ware. En die dan het gezelschap hebben gekregen van de andere 5. Lennart van Eetveld hangt daar dan nog tussen. We zullen hier bij de passage aan de finish met nog 3 ronden te rijden meteen weten wat de exacte situatie is in de wedstrijd. Van Eetveld, zoals dus gezegd, jonge gast die nog in juli 20 jaar moet worden. Dus als 19-jarige. De 18-jarige Thibaut Nijs rijdt ook mee. De 19-jarige Van Eetveld komt goed in beeld. Heeft geprobeerd om naar de kop van de wedstrijd toe te rijden. En het zal niet makkelijk zijn om dat om daarin te slagen, denk ik. Want hier vooraan gaat dat tempo nu in die laatste 3 ronden. Daar kun je van op aan niet meer stilvallen. Voilà, passage opnieuw hier in de Beningstraat voor de 6 leiders. En waar is Lennart van Eetveld? Kan hij dichterbij komen of moet hij zijn meerdere erkennen ondertussen in de achtervolgende groep, waar hij dan met Arnaud de Lee, zijn ploegmaat, 2 lotto-renners aanwezig hebben. Voilà, daar rijdt hij inderdaad. Hier stand houden en misschien in het gezelschap van Kenneth van Rooij en Jonas Rikaert proberen om die kloof dicht te rijden. Rauwens zweeg er ook nog bij, 36 seconden. Dit is speelbaar natuurlijk op 3 ronden van het einde. Maar dan gaan ze ook niet mogen stilvallen. En wat zit er nog in de tank van Eetveld? Kan hij nog een beetje assistentie verlenen aan de Lee? Jonas Rikaert. Mooie coureur. Pistier ook. En lead-outman voor Tim Melier in wegkoersen als ze met z'n tweeën rijden. Kenneth van Rooij, enige vertegenwoordiger nog van Sport Vlaanderen Baloise. Dit zijn dan de eerste renners, zou je kunnen zeggen, die nog proberen weg te rijden uit het peloton. Met 1 minuut 18. Hun achterstand, een van de renners van Uno X. De Noorse ploeg, die hier heel graag komt rijden in Vlaanderen. En die daar al mooi in beeld zijn gekomen. De man van Tartoletto probeert ook weg te rijden. Het zijn allemaal buitenlanders. Jiber Seffa, inderdaad, de Albanees. De buitenlander van Tartoletto, zo moet ik het zeggen. Uit de ploeg van Peter Bouwens. Met als ploegleider vandaag Danny De Bie aan het stuur. Het begint nu nog harder te regenen. En dat maakt er de omstandigheden niet beter op. Wat kan deze kopgroep? Ze houden voorlopig stand ten opzichte van de eerste achtervolgers. Brent Klee, de man met het nummer 92. Die daarnet 2 drinkbussen miste, maar wel zijn derde te pakken kreeg. Alvaro Hodge, de man van de Koninklijke Quickstep. En Rutger Wouters, ja.
die wil ver komen in deze wedstrijd. Deze zes zijn in de aanloop naar de klim van het rots opnieuw. Voor de achtste keer. En dan gaat dat toch wel een beetje beginnen wegen. Mag ik aannemen. Tim Marsman is de man met het nummer 41. 165 rechts. Daar rijdt Rutger Wouters. Hodge. Wasleben met het nummer 18. Brent Klees dus 92. En het nummer 80 wordt gedragen door Wessel Krul. Voorsprong loopt wat op tot 40 seconden. Je zou kunnen zeggen deze klim in twee schuifjes als het ware. En daar komen de mensen natuurlijk graag kijken, omdat de renners dan ook niet in een rotvaart voorbij rijden. Maar op die klim toch goed te bekijken zijn. En wat een tegenslag toch met het weer. Nog eens zeggen, in vergelijking met vorig jaar, ik denk dat het een temperatuurverschil is van 10 tot 15 graden. Wat waren die weersomstandigheden zalig vorig jaar? Begin juni. En dat moet je doen met de vaste camera aan de streep, omdat het onderweg niet ideaal is. We zijn bij de achtervolgers. Met Van Lerbergen, De Lee, Van Eetveld, Ricard Van Rooy. En daar zitten ook nog bij Jason Van Dalen en Laurens Sweek. 7 achtervolgers, 6 leiders. Zijn dat de 13 die deze koers gaan kleuren in de echte finale? Het ziet er op dit moment zo naar uit. 13 gemotiveerde renners. Als daarachter de achterstand oploopt tot meer dan 1 minuut, gaat het in deze weersomstandigheden allicht bij een aantal snel genoeg zijn. En kan er gemakkelijk, dat is zo met rondjesrijden natuurlijk, afgedraaid worden naar de ploegbussen. Om het misschien wat warm te krijgen voor zij die het koud hebben. En hopelijk niet onderkoeld geraken. De streek van Wezenmaal met de Sint-Martinuskerk. En waar je de indruk hebt dat het bij het rondvliegen met de helikopter minder slecht weer is dan op de grond. Het zal in ieder geval een koers zijn waar je jezelf een beetje kunt harden, zeker voor de jonge renners, zeker voor de minder bekende renners. En voor de profs die hier aanwezig zijn, een meer dan doorgedreven training, absoluut. En dan moeten we vaststellen dat van de vele veldrijders die aan de start stonden, vooraan en in beeld bedoel ik dan vooral, Laurens Sweek, de man is met de beste papieren op dit moment. Jonas Rickard duikt op uit de mist. En probeert de anderen dichterbij te brengen. Kan hij straks rekenen op zijn sprint? Als hij hier al veel werk moet verrichten. De twee mannen van Lotto, De Lee en Van Eetveld. De jongeren dus, die het voor Lotto doen. Geen Tim Welles. Geen Gerben Thijssen meer.
Geen Stef Kras, de bekendere namen van Lotto Soudal die aan de start stonden. En als je dan inderdaad in een minder kansrijke positie terechtkomt in een koers, in deze omstandigheden alle begrip dat dan geen risico's worden genomen voor het verdere verloop van het seizoen. Zoals daarnet gezegd, zeker niet onderkoeld raken. Rutger Wouters moet een gaatje dichten hier. Slaagt daar ook wel in. Sterke coureur. Moet in staat zijn om bij die kopgroep te blijven. En 19 seconden nu. Dan moeten de achtervolgers misschien stilaan wel een mikpunt hebben. In deze 6 vooraan. En komen die 7 dan stilaan in de buurt. Wouters meteen naar de kop hier nu. Hodge. Walsleben. Alle renners zonder beenstukken. Dat gaat misschien straks bij een demarrage of bij een sprint gevoeld worden. Dat de spieren koud aan het worden zijn. Dat je daardoor blokkeert. Een paar renners nog met armstukken. En ook Jonas Rickard, ja, die heeft dat niet nodig. Hè. Sterke beer. Geen beenstukken, geen armstukken. Ook niet bij de anderen inderdaad. Het regende wel bij de start, rond een uur of 2, aan de gebouwen van Vermark. Om dan naar de eigenlijke startplaats te rijden. Kilometertje of 10, dus ze konden zich opwarmen. Maar als het regent bij de start, dan zijn dat toch omstandigheden die weinig renners appreciëren. Dan start je inderdaad met regenjasjes aan, maar dat blijft dan niet duur. En als het goed gekoerst wordt, krijg je te warm. Maar als het nu blijft regenen ook, dan gaat dat toch wel op de duur koud aanvoelen. Wie van deze 6 hier vooraan houdt nog wat over voor straks? Stel maar dat het tot een samensmelting komt. En dat er dan 13 leiders zijn, dan maakt het toch weer een heel andere tactiek om het dan in de slotronde te gaan afwerken. Voor een goed begrip, straks bij de passage aan de finish de voorlaatste ronde. Ja, het zijn de mannen van Lotto die het moeten doen natuurlijk in de achtervolging. Als je met z'n tweeën bent, dan rust dat gewicht vaak op de schouders. Rickard heeft dan wel Walsleben in de kopgroep. Maar als die twee tegenover elkaar sprinten, dan is Rickard uiteraard de snellere. Maar om dan naar voren te komen en helemaal vooraan te kunnen postvatten, moet Rickard hier toch wel figuurlijk een paar jasjes uitdoen. En is dit, op het rot, dan toch misschien wel de plaats, de gelegenheid om van die achterstand weer wat af te doen. Gaat Walsleben zich straks als een sleper gedragen in de wetenschap van Rickard komt eraan. Walsleben hier rijdt nog altijd goed mee. Brent Klee schuift mee. Hodge doet meer dan zijn deel van het werk. Wouters wil voorop blijven. En de Nederlanders laten zich inderdaad voluit betrekken in dat kopwerk.
Ricard heeft de Swalsleben vooraan en Van Lerbergen heeft Hodge vooraan. Dat zijn misschien wel de sterkste twee uit deze achtervolgende groep. Laurens Zweek kan zich verschuilen. En met een beetje drinken erbovenop. Stevige slok nemen, Laurens, en dan misschien wel eens doortrekken. Het verschil officieel 40 seconden, dankzij de Ardoisier. Bovenaan staat 37, op 37 kilometer van de streep. Vorig jaar stond het hier vol langs de kant van de weg met auto's, mensen die kwamen kijken. Je mocht dan ook natuurlijk ook wel komen kijken. Het is dit jaar een andere situatie. Maar de weersomstandigheden hebben een aantal mensen thuisgelaten, denk ik. En in de knusse huiskamer en in de luie zetel is het allicht iets aangenamer om de koers te bekijken. En te genieten van het spektakel dat gebracht wordt, ja, door nog maximaal 13 renners. Zo ziet het er toch naar uit. En dan heb je de, of kun je de vaststelling maken met 174 renners aan de start. Dan is er toch wel een hele grote groep die van de gelegenheid gebruik gemaakt heeft om te kunnen koersen. Maar om er dan inderdaad vooraan bij te zijn, is dat toch nog wel een ander paar mouwen. En de jongeren, zoals een Lennart van Eetveld, heeft dan toch wel van de gelegenheid gebruik gemaakt. En ook Arnaud Delis is nog jong, zal ik maar zeggen, om zich hier te manifesteren. Dat is knap gedaan. Dat is een opsteker. Gaan ze er nog bij komen of niet? Aan het tempo dat hier wordt ontwikkeld, nog altijd, richting de voorlaatste ronde, gaan ze er meer en meer in geloven. En houden ze inderdaad dat verschil op een seconde of 40. En wordt er dus nog door Hodge, nog door Walsleben, voorlopig gewacht op de komst van Van Lerbergen en Ricard. Al zal het voor Hodge natuurlijk alleen hulp zijn dan straks van Lerbergen om vaart in de ontsnapping te houden en hem eventueel te helpen in de sprint. Dat is het omgekeerde dan voor het duo Ricard Walsleben. In principe Ricard de snellere dan Walsleben. In principe Hodge de snellere dan Van Lerbergen. Onderschat ook Rutger Wouters niet in zo'n wedstrijden. Ik zeg het met alle grootste respect, dit is een kermiskoers. Dit zijn omstandigheden en kilometers die Rutger Wouters aan kan. Arnaud Delis van Lerbergen. Dit is weer een van die mannen van Houwelingen, Jason van Dalen. Hier is Laurens Zweek. Lekker meepeddelend. Dit zijn prima kilometers om mee te maken. Dan hebben we de tweede man van Lotto, onze jonge man van 19, Lennart van Eetveld. Ja, en Delis, ze moeten aan de bak. De jonge mannen van Lotto Soudal, Kenneth van Rooij. Kan inderdaad ook zijn duit in het zakje doen. Jonas Ricard. Gaan ze nog dichter komen? Het is een fascinerend spel tussen de twee groepen. 6, 7.
De zes houden op dit moment stand. Op lange rechte stukken, denk ik, met auto's en motoren die daar nu ook rondhangen, is het misschien wel mogelijk dat de achtervolgers de kopgroep zien rijden. Kijk, dit is zo'n beeld. Maar lang duurt dat natuurlijk niet. En als ze dan inderdaad af en toe eens langskomen met een bordje van 41 seconden, dan is dat toch van... Verdorie, al die inspanningen die we nu aan het leveren zijn en we komen geen meter dichter. 38 seconden, dat krijgen de leiders dan weer te zien. En dan geeft dat allicht moed van, ze komen niet dichter. We houden stand. Kat-en-muisspelletje op dit moment. Met de vraag ook natuurlijk, wie heeft nog wat overschot voor straks? Maar dat zal allemaal aan het afzien zijn en dat de koude een rol gaat spelen, dat is absoluut waar. En dan is het alleen maar, wie kan er best tegen de kou, tegen het opspattende water, tegen het technisch nemen zonder problemen van bochten. Neem je nog een risicootje straks? Probeer je op het rot nog twee keer die beklimming vol te nemen? Ricard moedigt Sweek aan. En dan zal Laurens daar wel graag in meegaan om het tempo in de groep te houden. Stilaan richting de voorlaatste ronde. 15,4 kilometer voor één rondje. Ze gaan straks in totaal 10 ronden hebben gereden. En komen nu in de bocht richting de streep. We gaan nog eens exact kunnen timen wat het verschil is. En hier zie je de streep liggen. Daar zijn ze, de zes leiders. Die nu al, toch al een aantal ronden, hè, stand houden en inderdaad niet toestaan op dit moment dat die achtervolgers dichterbij komen. Hodge begint er meer en meer in te geloven. In principe moet dat de snelste man zijn uit de kopgroep. En hier is het dan toch nog een beetje kijken naar elkaar, een beetje twijfelen. Toch weer wat versnelling nemen. Komen ze dichter. Ricard. Ah, blijft toch inderdaad schommelen rond die 40 seconden. Hè. Voilà, het zal zelfs exact 40 zijn. En Laurens Sweek, die moet ook Van Dalen een beetje aanmoedigen. Kom op. De twee jongsters van Lotto Soudal willen wel. Van Lerbergen kan zich misschien nog een beetje laten meeglippen. En straks dan eventueel nog de sprongwagen. Daar moet hij misschien wel toe in staat zijn. Het zijn alle twee jongens van 19 bij Lotto Soudal. Ik heb de groen weer op 5. En als je dan aan hen vraagt in zo'n wedstrijd,
met deze weersomstandigheden van het gewicht van die achtervolging te dragen, dan zal dat misschien wel een hele goede leerschool zijn en een ervaring om nooit te vergeten. Maar het is natuurlijk wel heel jong om dat vol te houden. Vooral dat zorgen dat je jezelf niet opblaast. Straks parketjo misschien op de klimmetjes. En dan toch te moeten vaststellen, kijk, de voorsprong is alweer opgelopen. Gaan we ons stilaan toch moeten gaan concentreren op de zes vooraan. Dat die het gaan uitzingen tot op de streep. En blijft die kopgroep dan samen? Gaat daar nog wat gebeuren? Komt daar nog afscheiding, bijvoorbeeld in de laatste, op de laatste klim van het rot? Wat dan toch wel een de langere helling is. Die toch 10 keer is beklommen. We gaan met deze kopgroep in de voorlaatste ronde met een groter wordende voorsprong stilaan naar misschien wel een van deze zes die de koers gaat winnen. Blijf het volgen op ROB TV. Tot zo dadelijk. Het geurt en kleurt bij Parfumerie Prestige. Verzorgingsproducten, parfums en make-up met het nodige advies. Maar ook ons schoonheidsinstituut laat jou stralen, voor zowel hem als haar. Behoud die jeugdige uitstraling met de beste anti-aging apparatuur van Parfumerie en Schoonheidsinstituut Prestige in Tremelo. Nieuwe ramen nodig? Droom je al lang van die prachtige outdoor living? En wil je enkel de kwaliteit van Belgische merken, geplaatst door eigen vakmannen? Kom dan naar Wintec in Tiene of Leuven. Meubelen de Toren heeft een uitgebreid aanbod aan meubelen en decoratie. Voor je woonkamer, eetkamer en slaapkamer. We geven persoonlijk advies voor je slaapsysteem. En tot slot kan je even verpozen in onze sfeervol ingerichte relaxstudio. Meubelen de Toren, Stationstraat in Rotselaar. Ben je toe aan een break? Tijd om wat frisse lucht te scheppen? Elkaar weer te ontmoeten, te herbronnen en te genieten van onze mooie Ardennen. Trek erop uit in Belgisch Luxemburg. Martien, een loonsverhoging zit er niet meteen in. Maar wij promoveren nu tot Junior Sales and Strategics Ambassador. En bij Saba? Dat is misschien goed voor uw cv, maar niet voor wat portemonnee. Martien, laten wij je niet huren, hè. Oké. Hallo, slappe vod. Word je Ludo lastig van je loon? Check ons salariskompas op jobat.be. Jobat, go for happy. We hebben een moeilijk moment voor Laurens Zweek op een van die hellende strookjes. Moet hij inderdaad de anderen laten gaan? De anderen zijn de achtervolgers. Live mee te nemen ook op ROB TV. We zijn er weer terug bij. En dan is het 6-6 op dit moment. Laurens Zweek, uiteraard pas opnieuw begonnen met echt koersen. De veldrijder, dit is natuurlijk geen hoofddoel voor hem. We hebben in de aanvangsminuten, uur van deze koers, Toon Aerts ook al in beeld gezien. Het is kilometers malen voor de veldrijders natuurlijk op dit moment van het seizoen. En dan, zoals eerder aangegeven, zullen de weersomstandigheden niet van die aard zijn om Laurens Zweek ertoe te bewegen om echt diep te gaan. Voilà, Rutger Wouters bevestiging daarnet van de sprint. 5 punten erbij voor hem, voor Hodge en Marsman. Er komt nog één tussensprint aan. Nee, dat was die van daarnet. Pardon. En Rutger Wouters wint het tussensprintklassement. Als ik me niet vergis, heeft hij een stuk of 3 gewonnen.
en één keer tweede. Bevestiging daarvan dus is Wouters de man die de eer mag opstrijken van winnaar van de tussensprint. Straks zeker naar het podium voor hem. Maar wie weet, komt daar nog een extraatje bij. Houdt Rutger Wouters stand in de kop van de wedstrijd. En zoals het kan gebeuren met Laurens Zweek, kan het ook met renners uit de kopgroep nog gebeuren. Dat het plots genoeg is. Dat het tempo plots te hoog is van de anderen. Mogelijkheden genoeg in deze streek om in de zomer eens langs te komen. Bij betere weersomstandigheden. Kom gerust deze streek eens verkennen. Dat hoef ik niet te zeggen aan de kijkers van ROB. Maar de mensen die de stream volgen op sportza.be hebben al voldoende mooie plaatjes gekregen. En publiciteit op toeristisch vlak om eens te komen afzakken. Als u niet van de streek bent, kom dan maar eens langs naar het Hageland. Wat is er aan de hand met Kenneth van Rooij? Mee blijven inschuiven natuurlijk. Mee blijven doordraaien. Mee de achtervolging op gang blijven houden. Maar ja, als je dan ook vaststelt dat toch, en dat mogen we absoluut stellen, een grote motor als Laurens Zweek er niet meer bij is, afgehaakt heeft, dan is dat een elementje als dat doorgegeven wordt, of kan doorgegeven worden hier vooraan, dat in het voordeel speelt van de mannen hier vooraan. Kijk, daar in de achtergrond is voorlopig niemand die komt opdagen. Dan blijft die 40 seconden een hele mooie kloof hoor. In de voorlaatste ronde op 25 kilometer van de streep. Met twee Nederlanders onderweg. Marsman is daar één van. Van Lerbergen met de pisteaflossing. Om er toch proberen vaart in te houden. Maar er gaat een seconde of 15 à 20 af moeten om echt naar voren te kunnen rijden. En hoeveel inspanning heeft dat dan voor die jonge mannen als deze van Eetveld en zijn ploegmaat De Lee, 19 jaar, alle twee. De oudere, en dat is niet negatief bedoeld natuurlijk, meer ervaring voor Jonas Rikaert, voor Kenneth van Rooij ook, voor Van Lerbergen ook. Die dit misschien, ja kijk dat lachje, allemaal wel graag zien gebeuren met allicht, denk ik dan, in het achterhoofd van wacht maar mannen. Straks gaan we dat hier naar onze hand zetten in de laatste ronde. En keeperen we de jonge gasten en de jongens met minder ervaring nog wel overboord. Kan allemaal nog gebeuren. Maar nog eens, op dit moment, in deze situatie van de koers, alle credits nog voor de mannen vooraan. Een bidon. Zoveel mensen hebben dat graag. Maar dan moet je in de afvalzone gaan staan. En in deze koers zal natuurlijk misschien nog wel oogluikend worden toegestaan dat er een bidon gegooid wordt naar toeschouwers waar kinderen bij staan. Dat is uiteraard een schitterend souvenir als je naar een koers komt kijken. Maar ook die maatregelen zijn strenger geworden, helaas. Met z'n zessen blijven achtervolgen. Daarnet kwamen we voorbij dit bord en dan lijkt mij die voorsprong toch nog rond de 30 seconden te schommelen. Dat lijkt mij die 40 seconden van daarnet toch wel veel te zijn. Het is een puur gevoelsmatig idee dat deze renners een heel klein beetje dichterbij aan het komen zijn. Gaan we richting Nieuwrode en de klim van het Rot toch nog meemaken. Dat
ze daar zien rijden. Hier de kop van de koers. Het valt er wel niet stil, hè. Voorlaatste keer. De klim. Komt er beweging? Gaat er iemand nog proberen om de kopgroep uit te dunnen? Is dat nodig? Speculeren er een paar op een sprint? Onder de brug van de autoweg. Daar sta je droog. Maar nu het opgehouden is met regenen, heb ik de indruk, kun je wel alweer buiten staan, hè? Halve minuut. Hebben ze nu op dat lange rechte stuk een mikpunt? Is dit het moment om de kloof nog kleiner te maken? Maar komen ze daar toch nog niet op het hoogste punt aan? Het zal toch nog wel een halve minuut zijn, inderdaad. En is dat dan voldoende? Exacte meting 35 seconden onder de brug. 3:34 seconden nu. Ja, het wordt spannend. Onder andere voor deze Wessel Krul van het SEG Racing Academy Team. Wessel Krul doet van zich spreken. Bert Klee doet van zich spreken van het Stageco Cycling Team. De namen, onbekende namen van deze kopgroep. Met alle respect gezegd natuurlijk, maar dat weten die jongens ook. Dat ze wel naam aan het maken zijn op deze manier. Rutger Wouters, de man met de witte helm in de zwarte kledij, die in het wiel zit nu van de bekenderen Philip Walsleben en Alvaro Hodge. Dit is de bevestiging van de uitslag van het sprintklassement. Wouters, heer en meester, voor Tim Wellens, Tim Marsman, Scott Twaitch en Alvaro Hodge. Marsman is ook een van de mannen die hier nog vooraan bij is. Hier zijn de jonge lottorenners. De Lee, Van Eetveld. Hebben toch een seconde of, ja, 8, 9 eraf gepitst. Jonas Rikaert met een beurt. Van Lerbergen laat zich meeglijden. Van Rooij achteraan. In het zog van de motor. Een beetje pistier gevoel voor Jonas Rikaert achter de dernie. Tegen 60, 65 kilometer per uur hier naar beneden. En overnemen, jongens. Ja, die jonge mannen, die gaan veel leren vandaag. Van zo'n Van Lerbergen, van zo'n Rikaert. Van Rooij. Doe maar. Rij maar eens leeg. Het seizoen is nog lang, natuurlijk, maar ze kunnen alleen maar ervaring opdoen. Marsman, zoals gezegd, mee in de kopgroep met Krul, Klee. Dat zijn de onbekendere namen. Rutger Wouters is uiteraard bekend in het wielermilieu. Draait al een hele tijd mee. En de namen van Philip Walsleben en Alvaro Hodge, die klinken uiteraard niet onbekend in de oren. Hodge, de Colombiaan van de ploeg van Patrick Lefevre. Hij heeft natuurlijk wel al wat op zijn eerlijst staan. Is prof geworden in 2017. Meteen bij de ploeg van Quickstep toen. Meteen een ritje gewonnen in de Ronde van de Toekomst toen al. En is natuurlijk een snelle man. Die bijvoorbeeld ook de Münsterland Land Giro heeft gewonnen. Vorig jaar geen overwinning.
En dit jaar ten val gekomen in de Clásica Almería. Gelukkig daar niet al te veel problemen aan overgehouden. Ten bewijze daarvan dat hij hier nu mee op kop aan het rijden is in deze wedstrijd. Vooral in 2019, een grote sier gemaakt in de Adriatico Ionica race, waar hij twee ritten won en een rit daarna aansluitend won in de Baloise Belgium Tour. Dus de man met de meeste credits, zal ik maar zeggen. De man met de meeste ervaring zeker. Die overwinning was overigens in de Bing Bang Tour. En dat is toch World Tour niveau. En dan weet je wel dat de Colombiaan snel is. Moet nog 25 worden. En kan, als hij straks wint, gewoon de grote prijs voor Mark binnen de ploeg van de Koenig Quickstep houden. Dan wordt hij gewoon opvolger van de winnaar van vorig jaar, zijn ploegmaat Florian Sénéchal. Dit beeld zie ik graag. Die jonge mannen van Lotto Soudal die niet opgeven. En nu gaat Van Lerbergen natuurlijk wel afstoppen. Hè. Als ze nu echt wel een seconde of 15 afgedaan hebben van die maximale voorsprong van goed 40 seconden, dan wordt het natuurlijk lastig om als 19-jarige tegen zo'n Van Lerbergen te gaan opbotsen. Die boksen, die gaat afstoppen. Hè. Van Rooy zou wel nog mee kunnen werken met die jonge mannen. Waarom niet? Jason Van Dalen zou dat eigenlijk ook wel moeten, is een groot woord, maar mogen doen. En dan krijg je natuurlijk een Ricard en een Van Lerbergen achteraan. Zij weten dat er een ploegmaat vooraan is. En dat is nu eenmaal het spel in de koers. Een mooi spel om te zien hoe er op die manier tactisch wordt gereden. Het glimlachje van Van Lerbergen daarnet zou ook wel kunnen betekenen van wij weten ons met de snelle Alvaro Hodge vooraan redelijk zeker. En daar moeten we nog 17 kilometer op wachten om dat bevestigd te krijgen. Dus dat duurt nog wel even. En daar kan er ook nog wel een en ander gebeuren. Hè. De zon komt er nu wel weer door. De temperatuur zal op die manier een beetje stijgen. Zal iets aangenamer rijden zijn. Maar als je al kou hebt geleden, dan gaat dat niet snel uit je lijf. Zeker omdat we dichter en dichter bij de finish komen natuurlijk. Gaan die onbekende mannen voor de verrassing zorgen? Dat is ook zo'n vraag die nog kan gesteld worden. De E314, brug over tussen Aarschot en Leuven. En er vallen gaatjes. Gaan er op die manier gaatjes beginnen vallen? Moet er gaatjes toegereden worden? Is dat van niet beter kunnen? Of is dat toch al een beetje proberen om het leep te gaan spelen? Wessel Krul. Een echt goed voorteken is dat niet om er straks de laatste keer te moeten invliegen. Maar het gaat nu moeten gebeuren. Het is nu of nooit in de laatste ronde. Bel voor de slotronde
in deze tweede grote prijs, Vermark. Wie wordt de opvolger van Florian Sénéchal? De kans dat het in de ploeg blijft bestaat, want met Alvaro Hodge vooraan zit een snelle man. Hoe dicht komen de achtervolgers? Onder leiding van Jonas Ricaert. Minder dan een halve minuut. Is dat iets waar ze zich kunnen aan optrekken met hun zessen? Tegenover de zes leiders. De twee jonge mannen van Lotto Soudal, De Lee en Van Eetveld, nemen veel werk over. En hoe ongerust is Walsleven? Komt Ricaert nog naar de kop van de wedstrijd? Wordt hier geaarzeld? Wordt hier naar elkaar gekeken? Wordt hier doorgetrokken? Krul blijft als laatste rijden. Walsleven voor hem. Rechts Klee. Wouter schuift naar voren. En de kop voor Alvaro Hodge. Tim Marsman is de man met de gele helm. Wouters nu op kop. Hier krijgt u nog eens de namen van de zes leiders. De mannen die nu toch een ronde of drie, vier toch aan het uitzingen vooraan. En die een maximale voorsprong hebben gehad van 1,42 seconden. Echt maximaal. Meer is het niet geweest, maar het bleef daar lang rond schommelen. Oh, en Van Eetveld, ja, dat is jammer, hè. Dat is jammer. Voor hem, dat is koers, hè. Van Lerbergen, die gaat daar niet in mee, hè. Ik heb een mannetje vooraan. Dat is koers. En als jonge gast van 19 jaar... zou je daar graag de beuk in gooien? Wil je steun krijgen? Ricaert doet dat nu toch, maar dat is tempo. Dat is niet rijden om het gat dicht te rijden. Dat is, ja, dat zijn de mannen met ervaring. Hè. Dat zijn de mannen die controle kunnen uitoefenen in de laatste ronde. En Wouters, gaat die nog eens de kar trekken? Moet er nog een mannetje overboord? Willen ze af van Alvaro Hodge? Hoe snel of sterk, beter op dit moment moet ik zeggen, is Hodge? Overleeft Walsleven de laatste keer het rot? Bert Klee, wat heeft hij nog in zijn mars? Wessel Krul, wat kan de Nederlander? Hier achteraan, eerste oplopende stroken. Moeten ze afhaken. Krul, Klee, lastig. Wouters op een grote versnelling. En daar komt de aanval van Alvaro Hodge. Hodge gaat het allemaal van zich afrijden. Gaat de snelste man, de topprof, de anderen eraf rijden. Dit is een poging om alles en iedereen overboord te gooien. Er gaat er maar eentje meer mee. Wouters moet eraf. Walsleven moet eraf. Marsman doet een poging om mee te schuiven. En ze zijn nog met z'n tweeën. Op die manier zijn ze nog met z'n tweeën. En dan is Hodge ervoor aan het zorgen dat er zo min mogelijk volk hem nog in de weg rijdt. Ze zijn weg met z'n tweeën. Dat is nu heel duidelijk. En Van Rooij gaat het vanuit de achtergrond nog doen. Kan hij nog de sprong naar voren wagen? Er zitten er een paar piepen dood vooraan. Als die echt stilvallen, dan kan het straks op het rot nog wel eens met een sprongetje gebeuren. Hè? Als je echt goed bent, alle registers open. In het sok van de motor. Kenneth Van Rooij. Doortrekken nu. We nemen afscheid hier achteraan van onze vriend Wessel Krul, de Nederlander. Daarvoor reed Walsleven. Die moet ook afhaken vooraan. Nu krijgen we echt alle kaarten op tafel. Alle maskers vallen af.
En Van Rooij vanuit de achtergrond. Waartoe is hij nog in staat? Geen Ricard mee, geen Van Lerbergen mee. De jonge mannen van Lotto Soudal moeten passen op dit moment. Op 12 kilometer van de streep. In de bosrijke omgeving is het niet altijd even makkelijk om met de huidige weersomstandigheden dat signaal binnen te krijgen. Op een zuivere manier. Maar we herkennen iedereen nog wel. Dat komt nog allemaal wel goed. Controlerende Ricard, die nu toch moet weten dat Walsleben er niet meer bij is. Is hij nog in staat om naar voren te rijden? Van Lerbergen, die kan afstoppen natuurlijk. Die heeft inderdaad, wat hij daarnet misschien wel toonde met dat glimlachje, alles onder controle. De profploeg bij uitstek, World Tour Team, mag zo'n koers eigenlijk niet uit handen geven. Inderdaad, dat is allemaal wel waar. Je verwacht dat ook bij de start van de wedstrijd. Oh, die mannen van Quickstep zijn hier. Ja, Cavendish komt. Oh, we gaan misschien sprinten. We hebben Hodge mee, nog een tweede sprinter. Sterke renners zoals een Steels, Van Lerbergen. Die staan hier aan de start. Hè. Wij willen hier wel de koers maken. En we komen aan de start met de winnaar van vorig jaar. Die zijn titel verdedigt. Florian Sénéchal. Het zijn natuurlijk 5 sterke coureurs. Dat weten we allemaal. Het moet natuurlijk altijd ook wel gebeuren. Dit is een, nog eens zeggen, kermiskoers eigenlijk. En dan zijn de topprofs, die dat natuurlijk wel geleerd hebben toen ze prof werden, koersen meegereden op dit niveau, uiteraard. En ook wel weten dat er op een andere manier wordt gekoerst dan in een rittenwedstrijd of dan in een grote klassieker. Maar toch. We vroegen het ons daarnet af. Brent Klee, wat kun je nog? Wel, kijk. Meerijden met de aanval van Alvaro Hodge. En Kenneth Van Rooij, die geraakt ook niet echt weg van bij de achtervolgers. En hoe dicht komt hij dan? De Lee en Van Eetveld, zij aan zij. De twee jongsters rijden het gat toe op Van Rooij en gaan overnemen. Maar hoe ver zijn zij nu van de kop van de koers? Zijn ondertussen ook de gelosten, zoals een Walsleben, zoals een Krul, zijn die al ingelopen? Heel behoedzaam in de bochten hier natuurlijk. Opletten toch maar. Brent Klee heeft nu, ja, als het ware de luxe, zal ik maar zeggen, om zich te laten meedrijven met de topprof Hodge. En hij gaat zich toch niet laten doen. Hij neemt over. Mooi zo. Brent Klee, doe maar. Geloof maar in je kansen. Je weet maar nooit dat Alvaro Hodge dan toch de koude voelt als hij straks aanzet in de sprint. Dat is op dit moment niet iets wat je kunt bedenken. Getuigen, het wegrijden en het uit elkaar ranselen van de kopgroep. Dat was een puikstukje koersen. Want kijk, Wouters eraf, Walsleben eraf. Marsman eraf. En dus blijft Brent Klee alleen nog over. 14 seconden, hun voorsprong. Niet superveel. Maar wel goed genoeg. Omdat zij duidelijk de sterkste twee zijn. Om over te blijven van die kopgroep. Brent Klee is eigenlijk ook wel uit de streek. Als je uit Beginnendijk bent, dan ben je eigenlijk uit de streek. Hè? Dan ken je de wegen van het Hageland ook wel. Ik heb
dan verdedigt hij hier toch wel de kleuren van Stageco Cycling Team met verve. Ploeg uit het Aardschotse, dat dus bij manier van spreken ook wel een thuiswedstrijd rijdt. Hè. Heeft bij de elite zonder contract de provinciale titel gewonnen, Brent Klee. Maar vooral het grote probleem, en niet alleen voor hem, maar ook voor de anderen. En dat heb je nu misschien wel gezien bij die demarrage van Hodge. Dat is een tekort aan wedstrijdritme. Voor al die renners, voor al die elites zonder contract. Begin er maar eens aan, hè. Als je half mei voor Klee nog maar een koers of 9 hebt gereden, ja, dan kom je dus wel op een bepaald moment dan ritme tekort, inhoud tekort, basis tekort. Maar hij moet vandaag een hele goede dag hebben. Brent Klee, een hele aangename kennismaking met deze renner uit Begijnendijk. Die ook goed overweg kan met de mountainbike. En als je een goede mountainbiker bent, dan kun je ook een beetje klimmen. En dan is het bewijs hier nu dat hij meegaat op de glooiende wegen van de grote prijs voor Mark. En dat hij zelfs in staat is om mee te vechten met Alvaro Hodge. En als hij achterom kijkt, zien dat anderen misschien wel komen, maar die gaan niet meer terugkomen. Hè. Daartoe moeten we die twee toch wel in staat achten. Als je de zege ruikt, daar moeten ze voor gaan. Hè. Brent Klee is overigens nog stagiair geweest bij de ploeg van Corendon. De ploeg van de broers Roodhoofd. Daar, zal ik maar zeggen, de stil geleerd bij deze ploeg, van deze man, van Jonas Rickaert, van Mathieu van der Poel, van Tim Merlier. De ploeg Corendon waar je eigenlijk ook wel veldrijder kunt worden. Dat is natuurlijk iets wat nu makkelijk meegenomen wordt in al die koersen die overal worden getoond. Heeft de winnaar een veldrit verleden, wordt er wel eens gevraagd. En het bewijs dat die mannen kunnen koersen is nu al meermaals geleverd. Maar goed, dat zo'n jongen als Brent Klee mee kan, mee mag. En die zich niet te beroerd voelt om gewoon Alvaro Hodge in die aanval mee te pakken. Zijn deel van het werk te doen. Clever boy, zal ik maar zeggen. Die in oktober 26 wordt. En die dus naar zijn beste jaren toe groeit. Hè. En deze ervaring gaat meenemen voor nog een hele tijd. Een sprint à deux, daar gaan we naartoe. En wat kan de elite renner zonder contract tegen de modelprof? Wat een mooie vraag om nu mee te nemen
in deze wedstrijd. Voorsprong loopt op, mag ik dat zeggen, naar 19 seconden. Ja, ze zijn weggereden. Ze waren samen. Enkele kilometer geleden. En zijn wel nog niet uit het vizier natuurlijk van de achtervolgers. Die 19 seconden. Ja, dat is een meter of 300 zeker. Dus door blijven geven. Brent Lee ga je dat niet moeten vragen, hè. Die gaat daarin geloven. Hè? Die wil mee naar de streep. En wat zou het dan een schande zijn als je geklopt wordt door Alvaro Hodge? Nee toch. Mee de koers gemaakt. Oh. Bijna valpartij voor Jonas Rikaert daar. Schouder aan schouder met Van Eetveld. En de Lee nu ook. Met z'n tweeën. Dit is toch ook wel mooi en knap en goed. En veelbelovend dat deze twee jongsters hier alles uit de kast halen. Om te proberen nog dichterbij te komen. Rijden voor een ereplaats. En dan is daar de grote Bert van Lerbergen. Niet met mij, hè. Het zal niet waar zijn, hè. Mijn ploegmaat gaat hier winnen. En ik zet me gewoon tussen jullie twee. Jongens van 19. Jullie gaan het wel leren straks. Dat dat afstoppen is. Maar wat mooi dat deze niet versagen, hè. Ook al weten ze dat ze nog een halve minuut moeten overbruggen om bij de achtervolgers te komen. En dat er twee weg aan het rijden zijn. Ja, 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 kijk eens. Die trucken hebben ze toch al mee. Om de anderen aan te moedigen mee rond te rijden. Jason van Dalen, Kenneth van Rooij. Ja, ze zijn het... Ze krijgen het een beetje op hun heupen dat die twee jonge mannen maar blijven geloven in een mooie ereplaats. En chapeau daarvoor. Goed gedaan. Hoe zit het met die vier achtervolgers? Dat blijft 19 seconden. Maar na deze twee toerijden, ik denk het niet. Hodge heeft bewezen dat hij de sterkste is in de koers. Brent Klee heeft bewezen, is aan het bewijzen dat hij de tweede sterkste is in de koers. Jawel. In moeilijke omstandigheden wat betreft het weer. Kijk maar naar die wolken. Daar is heel veel regen uitgevallen. De jongste uren. Daar hebben ze moeten doorkoersen. Ze hebben allemaal koud gekregen. Ze zijn allemaal doorweekt. En ja, dan moet je aan de bak, hè. Als de kopman Tim Welles er niet meer bij is, moeten de jongsters het doen bij Lotto Soudal. En het is mooi dat ze zich niet naar de slagbank laten leiden. Kijk, daar rijden de mannen die gaan rijden voor plaats 3. Er zit nog altijd een podiumplaats in. Waarom niet daarvoor strijden? Voilà, ernaartoe. Kenneth van Rooij maakt hij het kloofje ongedaan. Aan de Lee. Jawel, nog eens. Toch proberen. Toch proberen, hè. Natuurlijk. Arnaud de Lee krijgt dan natuurlijk de ervaren Rikaert mee. En Rikaert is snel. En Rikaert kan misschien straks sprinten voor de derde plaats. Jawel. Van Lerbergen houdt hier de deur gesloten voor Jason van Dalen en Kenneth van Rooij. Van Eetveld nog maar toch eens ernaartoe en niet versagen. Die gaan samenkomen. Hè. Die gaan nog sprinten voor de derde plaats. Als Rikaert in die laatste twee kilometer dat gaatje dicht met de Lee in zijn wiel. En dan toch nog ernaartoe. Van Lerbergen, ja. Prof, in een kermiskoers. Ik ga me nog eens tonen. De laatste kilometers, dan komen de sterken naar voren. Nu is het natuurlijk de grote molen. Nu is het inderdaad het verschil tussen de mannen die al een tijd gekoerst hebben en de anderen die duidelijk wedstrijden met me kort komen. Ernaartoe. De Lee Rikaert van Lerbergen. Richting Rutger Wouters. Richting Philippe Walsleben. We maken ons op voor de aankomst. Sprint adieu, zoals gezegd. Een sprint met z'n tweeën. Blijven ze met z'n tweeën vooraan. Alvaro Hodge en Brent Klee. Brent in de laatste kilometer met Alvaro Hodge. Ze zijn samengebleven. En nu kijken. En Hodge heeft natuurlijk, ja,
de leiding opgedrongen aan Brent Klee. En dat is iets wat je kunt verwachten. Ik denk niet dat Brent Klee er iets aan heeft om in de remmen te gaan en om dan te gaan surplassen en om de anderen dan te zien terugkeren in die laatste kilometer. Ga maar mee en sprint maar voluit tegen Alvaro Hodge. You never know. Sowieso al tweede, sowieso al op het podium in een koers in eigen streek. Puik gedaan. Mee in de aanval. De Ardenneren niet hebben laten terugkomen. Gepast gereageerd op de enige echte aanval in de koers. Om de hand naar de overwinning uit te steken door Alvaro Hodge. En dan nu mee. En wie weet, kan hij nog voor de verrassing zorgen. De sprint tussen Alvaro Hodge en Brent Klee. Gaan we dat van kortbij kunnen bekijken. Waar zijn ze? Langs de koord hier op de laatste 300 meter. Klee en Hodge. Het lijken wel twee pistiers. Klee kijkt de kat uit de boom. Hodge ideaal geplaatst. Gaat nu aan achter de rug van Klee. Ah, die dat net vooruit aan het kijken was. Net te laat kan reageren. Alvaro Hodge voor de zege. Brent Klee naar dat wiel nog. Hoe dicht komt hij nog? Hodge moet naar de juiste kant kijken. Kijk naar de juiste kant en wint. Hand op de borst. Alvaro Hodge klopt. Brent Klee is de opvolger van zijn ploegmaat Florian Sénéchal. En gaat er nog twee man van Quickstep worden op het podium voor Van Lerbergen? Nee, net niet zeker. Is de lead daar nog over gegaan? Fotofinish. Het zou natuurlijk mooi zijn voor de koning Quickstep. 1 en 3. Maar is De Lee of Van Eetveld daar nog overgekomen? Duimpje. En dat kunnen wij ook geven aan Alvaro Hodge van hieruit. Prima gedaan. De profploeg. En Van Lerbergen en Hodge feliciteren elkaar. Breder glimlach uiteraard. Na een Fransman komt een Colombiaan op de eerlijst van de grote prijs voor Mark. En als we Mark Verbeek mogen geloven, als hij zijn belofte van vorig jaar kan nakomen. Dit is een blijver. Ik organiseer nog. Wel, dan kunnen we nu al met z'n allen uitkijken naar editie 3 van de grote prijs voor Mark. Met hopelijk dan weer betere weersomstandigheden zoals vorig jaar. Maar kijk, ook dit is tot een goed einde gebracht. Dan moet de camera een beetje op zoek naar Hodge, die allicht naar een warme ruimte aan het zoeken is. En vooral ook naar de mixed zone, waar we hopelijk zo dadelijk het relaas kunnen krijgen van de Colombiaan van de koning Quickstep. Zijn eerste zege sinds de Münsterland Giro van 2019. Heeft geen overwinning behaald in 2020, vorig jaar. Wat al voor iedereen natuurlijk een vervelend coronajaar was, uiteraard. Maar nu pakt hij hier toch wel de zege. En hij klopt Brent Klee uit Beginnendijk. En dan is dat toch wel een naam met andere namen die we ook al hebben gezien onderweg. En Mark Cavendish, gaat die nog proberen om ook nog een ereplaats uit de brand te slepen? Gaat hij toch nog eens tonen aan de anderen wat het is om topsprinter te zijn? Maakt hij het af? Net niet. Hij wordt tweede. Tweede Mark Cavendish in de sprint van het peloton. Maar als de speaker zijn werk heeft gedaan en de boksen ver genoeg hangen, dan heeft onze vriend Cavendish dat misschien al gehoord op weg naar de streep. Ik wil de renners niet toekomen, Chabot Malin, om vandaag hier aanwezig te zijn op deze grote prijs. Ik moet nog bevestiging krijgen van de derde plaats. Als dat Arnaud de Lee is, dan is dat een jongen die bij de jeugd heel veel gewonnen heeft in de sprint. Snelle man is. En die dat hier dan zou kunnen afmaken tussen de profs. Dan is dat voor hem ook wel weer een stapje vooruit. Heli Iserbiet en de ploegmaats
bij Paul Sauzen, ploegmaat veldrijders. Die zijn blij dat ze hun kilometers hebben gemaakt. Het zijn er een goede 160 toch, allemaal samen. Half mei is dat voor een veldrijder een mooi aantal kilometer om dat mee te maken. Samenvatting van de tweede prijs, grote prijs, Vermark. Start met meteen alle renners die zich willen gaan tonen uiteraard. Mark Cavendish op de eerste rij. Toch nog maar even meegeven dat Mark Cavendish hier inderdaad aan de start stond na zijn stage in Griekenland. De jongens van de ploeg van Adrie van Houwelingen met deze Sjoerd Baks hebben de koers gekleurd. Sjoerd Baks reed weg uit een kopgroep die ontstaan was in de aanvangsronde van een renner of 30. Daar zat ook Toon Aerts bij, daar zat Mark Cavendish bij, daar zat Tim Wellens bij. De grote namen, de mannen die hier de deelnemerslijst sierden, die hebben zich getoond. Het peloton liet dan een tijdje begaan. En de weersomstandigheden dienden natuurlijk niet het koersverloop in die zin dat er veel aanvallen kwamen, dat er een geanimeerd verloop was met aanvallen, tegenaanvallen, groepjes weg, terug. Nee, het was een beetje allemaal redelijk gesloten. Twee andere Nederlanders die gingen dan samen op pad. Dit zijn Tim Marsman en onze vriend Wessel Krul. Met z'n tweeën op pad om toch te proberen van die groep een aantal renners mee te krijgen. Ze slagen daar dan in, krijgen dan onder andere Brent Klee mee, Philip Walsleben en ook Alvaro Hodge met Rutger Wouters. Dat zijn de zes die eigenlijk het grootste gedeelte van de koers hebben gemaakt. Dit is Lennart van Eetveld inderdaad. Die ging alleen op zoek als jonge gast van 19 jaar bij Lotto Soudal naar de kopgroep. Hij is daar niet in geslaagd, maar hij is wel in beeld geweest. Hij heeft wel getoond dat hij inhoud heeft, dat hij wilde rijden, dat hij vooral wilde dat de achtervolgers zo dicht mogelijk kwamen bij deze kopgroep. Deze kopgroep die het uiteindelijk toch wel ging standhouden. Schommelen tussen de 30 à 40 seconden altijd. Dit zijn die achtervolgers, daar zit die van Eetveld bij. De Lee zijn ploegmaat, ook 19 jaar oud. En de bekendere namen Kenneth van Rooij hier met Jonas Rikaert en met Bert van Lerbergen in dat groepje. Jason van Dalen die sluiterij. En ja, wat doe je dan als 19-jarige? Toch proberen om het vuur erin te houden bij die achtervolgers. Toch willen naar die kopgroep toe rijden. Maar helaas voor Van Lerbergen zat Hodge vooraan. En Jonas Rikaert die had Philip Walsleben vooraan. Ja, doorgewinterde profs, die gaan dan de koers controleren. Die gaan het dan stilleggen. Die gaan doodgewicht spelen. Die gaan afstoppen. En dan is er toch de aanval in de finale van Alvaro Hodge. Brent Klee is de enige in de kopgroep die kan naar dat wiel van Hodge rijden en de anderen moeten passen. Geen Marsman meer, geen Walsleben, geen Wouters meer. Die zijn hier eraan voor de moeite. En ook onze vriend Krul moet passen. Dus we gaan in de finale met z'n tweeën. Naar een sprint met twee, waar de heel ervaren Alvaro Hodge Brent Klee het kopwerk laat doen, alsof ze op de piste aan het rijden waren. Het moment dat Klee even voor uitkijkt, gaat Hodge aan en die verslaat dan Brent Klee, die een heel, heel, heel verdienstelijke tweede is. Dikke chapeau voor Brent Klee. In het sprintje voor de derde plaats komen ze dan met z'n tweeën op dat podium voor de Koning Quickstep. En dan is Arnaud de Lee, ja, dit is inderdaad nu duidelijk te zien, toch nog de derde voor Bert van Lerbergen. En Arnaud de Lee is dus inderdaad aan het bewijzen dat hij, zoals bij de jeugd, snel kan rijden. Een goede sprinter is, veel gewonnen heeft in de sprint. En dat hij dat hier nu kan afmaken tegenover een ervaren man als Brent van Lerbergen. Lodenuits, collega Lodenuits van ROBTV, is klaar voor een eerste interview. Ja, ik
Karel, de winnaar is het nog even wachten. Die zijn ze nog aan het wassen. Maar wel bij mij zit Brent Klee uit Beginnendijk. Brent Klee, proficiat met jouw tweede plaats. Ik denk dat je daar heel tevreden mee bent. Het is ook jouw eerste wedstrijd van het seizoen. Ja, klopt. Het is de eerste wedstrijd. We hebben als liefhebbers nog geen enkele wedstrijd kunnen rijden. Maar natuurlijk hebben we wel geprobeerd om ons zo goed mogelijk voor te bereiden. En dan is het extra leuk als je vandaag een goede dag hebt. Die tweede plaats is wel eentje om in te kaderen. Hè? Ja, zeker en vast. Ik ben super tevreden. Ik kwam toch onzeker naar deze wedstrijd. Omdat ja, vorig jaar maar enkele wedstrijddagen. En nu de eerste wedstrijd van het seizoen. Dus het was met klamme handjes aan de start. Maar tijdens de wedstrijd voel ik al snel dat de benen goed waren. En dat er een mooi resultaat in zat. We zijn ook opnieuw terug stevig aan het regenen. Dat heeft eigenlijk de hele wedstrijd lang gedaan. Hoe lastig was het vandaag? Ja, het was wel lastig. De weersomstandigheden, regen. De hele tijd opspattend water. En op de Middelberg toch enkele gevaarlijke bochtjes. En het was toch altijd goed opletten dat er geen foutjes gebeurden. Vanaf wanneer wist jij van, ja, ik ga hier vandaag toch wel heel dichtbij zijn? Ja, ik voelde wel dat ik nog een versnelling in de benen had. En de laatste keer in Middelberg, ik dacht, ja, gewoon proberen meegaan. We zien wel wat het uitkomt. En natuurlijk aan het eind, ik wist, je mag die eerste man gaan zitten. Maar natuurlijk, ja, er moet altijd iemand op kop beginnen. En ik denk, door zo'n wereldklasse sprinter, al kom ik uit het wiel, dan was, ik daar nog een maatje te klein voor. Daar was niks anders meer aan te doen? Nee, zeker en vast. Ik denk dat hij zeker en vast de sterkste was vandaag. Improvise dan met jouw tweede plaats. Brent Klee, eerste wedstrijd van het seizoen. Dit seizoen, inderdaad, dit jaar, de 9 waar ik over sprak, waren die van het vorige seizoen. Hoe moeilijk het is en alles loopt door elkaar, inderdaad, voor die mannen die bij de elite zonder contract moeten proberen om toch wel wat wedstrijdkilometers bij elkaar te krijgen. Kijk, dan is het nu 30 mei voor deze renners en dan sta je aan de start van jouw eerste wedstrijd. En dan chapeau voor het voorbereidingswerk en de grote en goede wil om mee koers te maken. En inderdaad, ja, Middelberg en Rot, de twee beklimmingen, ja, dat moet je een beetje voelen en indelen. En dat heeft Brent Klee uitstekend gedaan, moet ik zeggen. En zijn verhaal klopt als een bus, durf ik zeggen, tegen een ervaren man als Alvaro Hodge. Begin er maar eens aan in de sprint. Hij kan een sprinter als Fabio Jacobsen en Mark Cavendish in de ploeg zeker aan. Sam Bennett zal dan misschien nog wel iets sneller zijn, maar die sprinters uit de ploeg van Patrick Lefevre, ja, ze kunnen daar kiezen. Hè. En dan is Hodge toch wel een van die mannen. En zoals daarnet al aangegeven, met een erelijst om u tegen te zeggen wat betreft dit peloton uiteraard in deze wedstrijd, dan mag het geen verwondering heten dat Alvaro Hodge Brent Klee kan kloppen. Maar goed gedaan, zeer goed gedaan van Brent Klee. En als hij op die manier kan verder werken met nauwelijks voorbereiding en zeker geen wedstrijdritme in de benen, dan is dat een man waar we nog zullen van horen en die misschien wel ergens, wie weet, dankzij deze wedstrijd een kans kan krijgen om prof te worden, als hij al zin heeft om dat te doen, uiteraard. Wachtend in de regen op wat komen gaat. De podiumceremonie waar we ook Rutger Wouters gaan opzien. De man die snelst was in de tussensprinten. Alvaro Hodge op de hoogste podiumtree. Rechts van hem dan zo dadelijk Brent Klee, die we net hebben gehoord. En links van hem op 3. Onze vriend Arnaud Delis, 19 jaar voor Lotto Soudal in de sprint. Kijk nog eens naar de sprint en het verhaal dat Brent daarnet vertelde wordt hier nu geïllustreerd. Uiteraard kwam Hodge uit het wiel, zowat 150 meter gesprint, net genoeg voor Hodge om dat vol te houden en met een fietslengte voorsprong Brent Klee te kloppen. Het omgekeerde zou formidabel geweest zijn. En hier is de winnaar bij Lode Nuits. Ja, klopt.
Nu zit hier wel klaar. Alvaro Hoche heeft frisse kleding aangetrokken. Alvaro Hoche, el ganador del GP van Marcoy. Creo que estás muy contento con esta victoria. In Spanish? Español? Sí, la verdad que estoy feliz. Hace mucho que no he ganado, así que nada, contento de volver a competición y más con una victoria. Muy feliz por sentirme bien como hoy y nada, ahora a fijarme en las siguientes carreras. Una carrera muy dura por el lluvio y el viento. Sí, la verdad que desde el principio mis compañeros y yo queríamos hacer la carrera fuerte. Quedamos tres compañeros adelante, pero no queríamos ir al sprint, queríamos correr. Y bueno, eso fue lo que hicimos y al final me sentí bien y pude estar adelante. ¿Puedes describirme lo que pasó en los últimos kilómetros? Bueno, la verdad que iba un grupo de seis corredores en las últimas siete vueltas. Decidí atacar en la última subida porque me sentía bien. Y bueno, un corredor que me siguió y decidimos ir hasta final. Y bueno, pude acabar bien la carrera haciendo mi sprint. Y al final es el mejor y el más rápido. Sí, bueno, sabía que si llegaba con pocos corredores tenía la oportunidad de ganar y bueno, estoy contento con el trabajo que ha hecho todo mi equipo. Enhorabuena. Muchas gracias, Lord Nuits. In het Spaans met de Colombiaan Alvaro Hoche, winnaar van deze grote prijs Vermark. Hij is gelukkig. Natuurlijk is hij gelukkig dat hij het kon afmaken. Eindelijk een zege, ook een overwinning. Nadat hij, zoals eerder gezegd, in 2020 geen enkele overwinning kon boeken. Natuurlijk was het een lastige koers. Dit is een wedstrijd in de wind en in de regen. Maar ik heb mij daar goed kunnen uit de slag trekken, zegt hij. We waren ook met drie ploegmaats op een bepaald moment vooraan in de wedstrijd. En dat voelde goed, maar ik heb daar niet willen op wachten. Ik wist dat ik een sprint in de benen had. En dus met die kopgroep van zes uiteindelijk wilde ik het risico niet nemen om met z'n zessen naar de streep te gaan. Daarom die demarrage ook in de laatste ronde om de kopgroep uit te dunnen. En ik ben daarin geslaagd. Ik voelde mij goed in de sprint, wist dat ik mij de snelste voelde, kon wanen ook. En ik ben heel gelukkig dat ik het op die manier heb kunnen afmaken. Alvaro Hoche, de Colombiaan van de Koenig Quickstep, klopt Brent Klee voor de overwinning. En van de achtervolgers komt Bert van Lerbergen sterk opzetten, ploegmaat van Alvaro Hoche. Maar het is Arnaud Delis, de snelle jongeman van 19, die er nog overgaat voor Lotto Soudal. Instagram in doorgehouden. Aantakken, hè. Paul Gerijgers heeft meegereden op de motor voor deze wedstrijd. Gewaardeerd motaar. En het zal geen sinecure geweest zijn voor de motorrijders en voor de cameramensen om in deze weersomstandigheden buikwerk te leveren. Het is nog even wachten op de podiumceremonie waar er een paar logistieke problemen zijn naar verluid. Door de wind is er van alles gaan vliegen, verneem ik. Dus moeten we nog even wachten op de officiële huldiging. Doet niets af. Hier is Paul Gerijgers en de collega's allemaal blij om even in beeld te zijn en ze mogen wel een bloemetje krijgen voor de manier waarop dat ze deze wedstrijd in beeld hebben gebracht. Zoals gezegd, niet eenvoudig om in de regen te rijden, valpartijen te vermijden en dan ook nog eens als cameraman alles goed in beeld te brengen, ondanks de slechte weersomstandigheden. Je vloog er over die stieren heen, niet normaal. Ik zeg, we hebben taart. Voor de renners van het peloton Elite zonder contract, voor de continentale ploegen ook, is er volgende week opnieuw koers in Ruddervoorde. En straks gaat dat allemaal wel goed komen. Gaan er wedstrijden weer op het programma verschijnen op de kalender die al op de kalender stonden in juni. En hopelijk kan iedereen dan zijn ding doen om weer
veel wedstrijden te rijden. En moeten we niet vaststellen, zoals met Brent Klee, dat ze half mei maar aan hun eerste wedstrijd kunnen beginnen. Dat komt hopelijk allemaal terug in orde. Lodenuit staat klaar met het nummer 3 van de wedstrijd. Ja, en ook de derde is er intussen komen bijzitten. Arno de Lee, een heel knappe wedstrijd gereden. Hoe blij ben je met die derde plaats? Ik ben heel blij, omdat het is de eerste wedstrijd van het jaar. Omdat ik ben beloofd. Maar ja, ik ben heel blij. In de tijd, ik weet het niet, ik ben derde. En nu, het is heel tof. Jullie hebben samen met je ploegmaat Lennart van Etelt hebben jullie wel een heel sterke koers gereden. Hè? Ja, ik en Lennart en ik rijden altijd op de chassing groep. En we zijn niet ver van de tweede groep. Dus op blok. En ik ben terug met Jonas Ricard en Bert van Leerweg. En ik spurt en ik doe derde. Hoe lastig was de wedstrijd vandaag? Hoe zwaar was het? Heel zwaar met de weer en ook de parcours was altijd links, rechts en de klim was heel zwaar in de tijd. Maar uiteindelijk had je toch nog genoeg jus in de benen om die derde plaats binnen te halen. Uiteindelijk was je nog sterk genoeg om derde te worden. Het was een beetje tactiek in de tijd, omdat er is heel veel wind. Dus ik positioneerde op de beste wiel en ik begin mijn spurt. En Van Leerberg was met 5 meter. En in de tijd, ik ben terug en derde. Dus het was zwaar, maar de positie was heel goed, dus het is goed. Oké, dankjewel. Proficiat. Het zal wel zijn dat het goed is als je op die manier de wedstrijd kunt afmaken in de sprint. Veel gewerkt onderweg. Arno de Lee, daar staat hij met zijn derde plaats. Bert van Lerbergen dus op de vierde plaats. Jonas Ricard is vijfde. Rutger Wouters op 6. Wessel Krul op 7. En Tim Marsman op 8. De mannen van de kopgroep samen met de mannen van de achtervolgende groep. Dat zijn ze, deze eerste 8. Het belangrijkste is natuurlijk de sprint tussen Alvaro Hodge en Brent Klee die u hebt gezien. En zoveel moest Brent Klee dan uiteindelijk toch ook niet toegeven. Goed gedaan, goed gereden. Eerste koers van het jaar word je tweede. Eerste koers van het jaar Arno de Lee. Vanuit het belofte team van Lotto Soudal ook. Ja, ga er maar eens aan staan. Hè. Na al die trainingen, na al die hoop die je dan ook mentaal probeert waar te maken, vast te houden ook. Erin te geloven van we gaan weer koersen. En dan krijg je de kans hier in Wezenmaal Rotselaar voor de grote prijs Vermark. Tweede editie. En dan ga je daar met z'n tweeën op het podium staan voor de eerste wedstrijd. Chapeau mannen, goed gedaan. Echt waar, mee koers gemaakt. En het is alleen maar een topprof die jullie heeft geklopt. En daar moeten jullie zeker aan vasthouden. Kijk naar de andere profs ook op 4 en 5. Zij hebben mee de koers gemaakt. En zij zorgen ervoor dat deze grote prijs Vermark, de tweede editie, dat die op een mooie manier is verlopen. De Lee gaat toch rechts moeten gaan staan als derde. Want hij staat nu op plaats nummer 2. Daar gaat iemand hem toch moeten opwijzen. Maar hij is jong, hij is 19 en hij heeft nog niet zo heel veel op het podium gestaan, zeker. Hier is Bert Klee, die eigenlijk de tweede is. En eigenlijk links zou moeten staan, maar goed. Zo erg is dat niet. Dat is een detail. Het is maar een beetje vervelend straks voor de foto. En uiteindelijk is het de winnaar die op het hoogste schavotje staat. En die is de belangrijkste man van de wedstrijd. Alvaro Hodge, Colombiaan. Muy bien. Goed gedaan van Alvaro Hodge. En dit is het podium van de tweede grote prijs Vermark. Opnieuw een renner van de Koninklijke Quickstep op het podium. Op de erelijst heeft Florian Sénéchal de lijst geopend.
En deze man, Alvaro Hodge, staat daar nu als tweede op. Als we Mark Verbeek mogen geloven, en dat doen we heel graag, dan komt er volgend jaar een derde editie van de Grote Prijs voor Mark. En dan hopen wij jullie allemaal ook weer aan het scherm te zien. Kijkers van ROBTV, bedankt voor de aandacht en een prettige kennismaking was het natuurlijk met de streek. Zeker voor de kijkers ook van sportza.be. Die hebben het Hageland en de streek rond Wezemaal en Rotselaar van dichtbij kunnen bekijken. Met dit podium nemen we afscheid. Dank u wel voor het kijken allemaal. 1. Alvaro Hodge, 2. Brent Klee en 3. Arnaud Delis. Zo, dat was het hier vanuit Rotselaar. Heel fijn dat u erbij was. Morgenavond kan u in ons avondnieuws nog eens kijken naar een samenvatting van deze wedstrijd en hebben we ook een uitgebreid sfeerverslag. Nog een prettig weekend verder. Graag tot snel. Vermark Sport, uw partner in sportkledij.